bij de mooiste club van Nederland. Welkom bij de open dag van Feyenoord. Welkom bij Feyenoord Festival, jongens. Een hele goede middag. Welkom vanuit Rotterdam. Net buiten de Kuip is het Feyenoord Festival. De open dag van Feyenoord heeft een andere naam, want het is daadwerkelijk een festival, hoor. Een springkussen, een zweefmolen, een reuzenrad, een ballenbak. Er is heel veel te beleven en dat zien we ook, want al urenlang zijn er duizenden fans aanwezig die allemaal uitkijken naar het nieuwe seizoen. Moet ik jou nog vragen wat jullie gaan doen komend jaar of niet? Nummer 1. Nummer 1. Kampioen. Dat is makkelijk. Ja, toch? We worden kampioen. Denk je ook echt, toch? Ja. Kijk, de concurrenten die hebben een paar spelers verloren. En ja, wij hebben gewoon echt nog een hecht team. Ja, Feyenoord kampioen. Ja, ik ben Feyenoord fan, hè? Dus we gaan gewoon voor het kampioenschap. Wat wordt jouw favoriete speler komend seizoen? Jimenez. Ja? Was die dat ook al? Ja. Waarom? Omdat het mijn lievelingsspeler was. Van Santi, Jimenez. Die, dat was de man. Ik verwacht heel veel van Pedersen, want hij heeft zich heel erg veel gegroeid de laatste seizoenen. Ja, ik verwacht heel veel van. Sowieso Santiago, Jimenez en Jan Baks. Ja, hun weten het. Vraag maar aan mijn kinderen. Jimenez! Ah, dat heeft met andere dingen te maken, hoor. Sst, mijn man kijkt. Ja, de jonge Feyenoord supporters hebben de tijd van hun leven. En iedereen wacht natuurlijk op dat ene moment. Die heli, vol met nieuwe aanwinsten. Sinclair Bisschop, goedemiddag. Jij staat met een van de spelers die daar zo meteen uit gaat stappen. Ja, goedemiddag, Aleta, vanuit de spelerstunnel van Feyenoord. En dan sta ik dus met een van die spelers die straks de helikopter in zal stappen. Misschien wel tot nu toe de topaankoop van Feyenoord. Arne Slot wilde hem heel graag hebben en uiteindelijk is hij binnen. Ramiz Zerouki. Er zijn veel spelers die kijken op tegen het moment om in die helikopter te stappen. Jij ook? Ja, het is denk ik een unieke en mooie ervaring. Dus ja, ik kijk er ook naar uit. En de andere jongens die meegaan, die boven zitten, kijken er ook naar uit. Dus het is alleen maar mooi. Geen vliegangst? Nee, daar heb ik geen last van. Dus niet gekeken naar de weersvoorspellingen, want het waait wat, hè, boven rond Rotterdam. Nee, sommigen probeerden ons al een beetje bang te maken. Die zeiden dat het waait hard vandaag, maar nee, gaat gewoon goed komen. Ja, je bent nu 1 week Feyenoord, 2 wedstrijden gespeeld. Hoe is je aanpassing tot nu toe gegaan? Ja, stap voor stap. Elke dag komen nieuwe dingen in mijn systeem en leer ik nieuwe dingen. Dus ja, het gaat op dit moment lekker. En zorgen dat elke dag weer een stap beter gaat. Dus we zijn op de goede weg nu. In wat zie jij in die eerste week dat Feyenoord toch een grotere club is dan Twente? Aan heel veel dingen. Aan faciliteiten, bijvoorbeeld trainingscomplex. Het niveau is hier hoger. Dus in meerdere dingen, maar vooral ook in deze dingen. Je hebt wel big shoes to fill. Met name Kukçu, de aanvoerder hier. Hij is weg. Jij speelt toch met name vaak op zijn positie. Hoe moeilijk is het om hem op te volgen? Ja, daar ben ik eerlijk gezegd persoonlijk niet echt mee bezig. Ik ben mezelf en ik ga het invullen zoals ik dat kan en moet doen. Dus daar ben ik totaal niet mee bezig eigenlijk. Op het middenveld sta je met Mats Wiever. Ja, jullie kennen elkaar door en door. Bij Twente samengespeeld. Hoe is dat nu? Leuk. We hebben nu natuurlijk veel meer contact weer samen. En we hebben afgelopen week ook weer in een wedstrijd samen op het veld gestaan. Dus dat zijn mooie dingen en we kijken er allebei naar uit om vaker samen te kunnen spelen natuurlijk. Waar kijk je nu het meest naar uit? Ik vind het gewoon mooi elke dag weer de nieuwe dingen leren die hier anders zijn. Dingen moeten in mijn systeem komen en dat komt dag voor dag meer. En dat zijn gewoon de dingen waar ik het meest naar uitkijk en vanuit daar gaan we toewerken naar de volgende stappen. Ja, veel spelers hebben soms aanpassingsproblemen, zeker als ze uit het oosten komen. Jij bent natuurlijk wel een Amsterdammer, een stadsmens. Is het dan makkelijk om je hier aan te passen in Rotterdam? Ja, het is wat drukker dan in Enschede, moet ik zeggen. Maar ook daar wen ik voorzichtig aan. Dus ook dat gaat goed komen. Ga je opmaken voor die rit boven Rotterdam in de helikopter. Want ongeveer tussen 3:15 en 3:30... dan zou Ramiz Zerouki met de 3 andere aanwinsten landen op de middenstip van Feyenoord. Maar tot die tijd is er nog veel meer te doen op de open dag van Feyenoord. Mark van Rijswijk. Ja, de stemming zit er hier uitstekend in het stadion waar iedereen al heel lang op de plek zit over het algemeen. De meeste tribunes zitten al vol, staan dan de stewards beneden maar even, ja sorry, hier kunt u niet meer op. Dus het is nog lastig voor een hoop fans om een plekje te vinden. En dan, als we dat plekje helemaal gevonden hebben, is er dus een programma samengesteld om iedereen de komende
nou, zeg maar 2 uur te vermaken. Met om over een paar minuten de eerronde van de kampioenen. Dat is om 2:07. Dat zijn de onder 11, de onder 13 en onder 19 van Feyenoord die dan worden geëerd. Een spel met de 3 oud-voetballers van Feyenoord. We kennen de namen die een spel gaan spelen hier in de Kuip. Dan komt eerst de presentatie van de Feyenoord-vrouwen. Met er ook een aantal nieuwe speelsters, bekende speelsters die daarbij zijn gekomen. En vanaf 3 uur is de presentatie vanaf van Feyenoord 1. Met dus zo rond zeg maar 3:50. Het is uiteraard een beetje lastig schatten. De aankomst van de helikopter met daarin 4 aanwinsten. Ja, de Kuip wordt het steeds drukker en drukker. En ja, die fans wachten op het hoogtepunt van vandaag. Want dat is toch het moment dat die helikopter straks op de middenstip zal gaan landen. De supporters hebben zin in een heel nieuw seizoen. Feyenoord, waarin voor het eerst in 6 jaar weer de Champions League wordt aangedaan. En Feyenoord wil natuurlijk ook het kampioenschap verdedigen. En in Rotterdam denkt men, waarom ook niet, met de problemen in Amsterdam en in Eindhoven moet Feyenoord misschien wel gaan doorpakken. De begroting van Feyenoord gaat dit jaar ook flink omhoog naar over de 100 miljoen euro. En eerder sprak ik met de financieel directeur Pieter Smorenburg en vroeg hoe gezond Feyenoord op dit moment is. Ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk echt stappen gezet. Hè. 3 jaar geleden was de begroting zo'n 60, 70 miljoen. Door het succes in de Conference League en de afgelopen jaar is dat naar 70, 80 gegroeid. Over de 80. Ja, en volgend jaar gaan we de sprong over de 100 maken. Ik hoorde Arne Slot gisteren na de oefenwedstrijd zeggen, ik wil versterkingen. Ik wil dat er geïnvesteerd gaat worden. Wat kan Feyenoord deze zomer investeren? Ja, we hebben natuurlijk al het een en ander gedaan en ook wat anders is dan vorig jaar. Toen moesten we eerst verkopen voordat we spelers konden halen. Maar nu hebben we natuurlijk Saruki en Van der Belt al getekend voordat Kukçu vertrokken was. Dus er is al wat veranderd. En er is ook nog wel ruimte om wat te doen. Want wij willen natuurlijk ook gewoon een zo goed mogelijk team opstellen dat weer het succes voort kan zetten. Maar waar moeten we aan denken? Aan hoeveel miljoen is er ongeveer beschikbaar? Ja, kijk, over het precieze budget doe ik geen uitspraken, want de concurrentie luistert mee. Dus die willen we niet wijzer maken dan het is. Maar er is nog ruimte om wat te doen. Maar ja, we moeten wel verstandige keuzes maken. Supporters rekenen. En die rekenen al die Champions League miljoenen die binnen zijn gekomen. Die rekenen ook het bedrag wat voor Kukçu binnen is gekomen. En wat er vorig jaar binnen is gehaald. En denken dat Feyenoord toch een aardige zak met geld heeft voor investeringen. Klopt dat? Ja, maar de bedragen worden soms wel een beetje naar boven afgerond. Kijk, tuurlijk, de Champions League levert extra geld op. Maar het is niet 30 miljoen extra dan zo'n vorig jaar. De afgelopen jaren hadden we Europa League of Conference League. Dan levert ongeveer 10 op. Ja, dat betekent dat je uiteraard in de Champions League wel meer gaat krijgen. Maar dan gaat de eerste hap er alweer vanaf. En wat ook speelt, is dat natuurlijk spelers en staf krijgen sportieve premies die ook hoger liggen. Dat betalen we graag. En wat je ook niet moet vergeten is dat doordat we de Champions League gehaald hebben, we ook aan sommige clubs van spelers die we vorig jaar of het jaar ervoor hebben gehaald, een variabele bonus moeten betalen. Dus dat betekent dat er dus best wat vanaf gaat, maar het betekent ook wel dat er ruimte is om weer een stap te maken in de begroting. Maar kan Feyenoord net als Ajax en PSV nu spelers gaan halen van boven de 10 miljoen? Ja, kijk, we kijken gewoon per positie wat er nodig is. En het gaat ook om het aantal posities wat je wil vullen. Nou, daar zijn ook wensen voor. En we kunnen het geld maar 1 keer uitgeven. Maar dat we uiteraard dat we al wat gedaan hebben en dat we nog wat kunnen doen, dat klopt. En ja, dat betekent dat je verstandig moet kijken welke uitgaven we kunnen doen. Later vandaag horen we Smorenburg ook nog over de wens die Feyenoord heeft om het stadion in eigen beheer te krijgen. Gaan wij nu naar een van de hoogtepunten altijd op de open dag. Niet alleen die helikopter die landt, maar dat is de kinder. Persconferentie waarin de kameraadjes in plaats van de journalisten een keer de vragen kunnen stellen. En vandaag achter de tafel Hartman en Wiefer. En dan Wiefer de vraag welke prijs hij dit jaar wil winnen. Wil jij de Champions League winnen met Feyenoord of de World Cup winnen met Nederland? Ja, dat is het moeilijke. Dilemma's, Mats. Ja, dan doen we toch de Champions League met Feyenoord dan. Ja? En jullie allebei, Ronaldo of Messi? Messi voor mij. Ja, voor mij ook Messi. Zo, dat is over duidelijk. En wat voor trofee willen jullie nog winnen? Nou, eerst volgende Johan Cruijffschaal willen we heel graag winnen, toch? Ja, en de beker. En de beker, dan hebben we alles. En nog een keer de schaal. Nog een keer de schaal zou ook heel mooi zijn. Maar, en ja, de Champions League dan? Champions League ook, we pakken gelijk alles. Als we dan toch bezig zijn. Even kijken. Wat wil jij vragen? Heb je wel eens een keer ruzie gehad? Heb je wel eens een keer ruzie gehad met een medespeler of een tegenstander?
met de tegenstander. Met tegenstander? Ja. Nou, zeg het maar hoe vaak. Nou, met tegenstander elke wedstrijd wel ruzie, denk ik. Maar het hoort ook een beetje bij, denk ik. Af en toe is het ook goed. We moeten ook niet te lief zijn voor elkaar in het veld. Maar daarna is het wel weer goed. Dus op het veld is het een beetje hard af en toe, maar daarna is het allemaal weer goed. Mag ik een vraag stellen aan Mats? Ja, zeker, zeker. Mis je wel Excelsior nog? Jawel, zeker wel. Speel je zelf ook bij Excelsior? Ja. Ja, ik zie dat je het shirt alleen hebt. Ja, nee, ik heb het heel leuk gehad altijd bij Excelsior. Dus nee, ik mis het af en toe wel zeker, ja. Ja, zo makkelijk komt Mats Wiever uiteraard niet van ons af. Straks een interview met onze eigen Aleta, waar de Kuip zich klaarmaakt voor het hoogtepunt tijdens het Feyenoord Festival. En dat is dan toch als de Feyenoorders zich straks zullen presenteren. En toch in afwachting van die helikopter waar die vier nieuwe aanwinsten van Feyenoord straks in zitten. Tot zometeen. Landskampioen Feyenoord draait warm voor het nieuwe seizoen. En ESPN is daar uiteraard live bij. Jiménez, 2-0. Met volle overtuiging. En dan valt hij ook nog. Gaat hij er ook nog in? De oefenduels van Feyenoord met Villarreal en Benfica zie je live op ESPN. Het geluid van je tv rechtstreeks in je hoortoestel. Dat is horen zoals je nog nooit hebt gezien van Schoneberg. Kijk, je ziet het als iemand er weer helemaal bij is. Ja hoor, die is er weer helemaal bij. Alles is weer helder. Alles is weer crystal clear. Je hoortoestel opladen terwijl je slaapt. Dat is horen zoals je nog nooit hebt gezien. Van Schoneberg. Het hele huis supersnel en superstabiel internet. Blijf gaan met 100% glasvezel van KPN. Dat is first class internet. Ga voor 100% glasvezel. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/glasvezel. Borotalco presenteert nieuwe Borotalco Original. Nieuwe Borotalco Original. Vergeet zweten, omarm het leven. Emma verbleef in dit prachtige hotel en betaalde dit voor haar kamer. Kim verbleef in hetzelfde hotel en betaalde een stuk minder. Hoe? Laten we even teruggaan. Emma vond haar hotel op haar gebruikelijke website. Terwijl Kim haar deal vond op Trivago. Kijk maar eens, Emma. Trivago vergelijkt hotelaanbiedingen van grote boekingsites, zodat jij je beste deal kunt vinden. Hotel Trivago. De vacht van SOR zit vol met dodelijke parasieten. Niemand bekommert zich om zwerfhonden zoals hij. Veronica is vel over been, zwaar ondervoed en ze vecht om te overleven. Ons viervoetersteam gaat de straat op en biedt medische zorg aan duizenden zwerfdieren. Bevrijdt ze van parasieten en geeft ze te eten. Geef alsjeblieft voor de noodzakelijke medische zorg, vaccinaties en operaties. Ga naar 4-voeters.nl/tv en help met slechts €3 per maand. Geef ze eten, medische zorg en de liefde die ze verdienen. Laat zwerfdieren geen dag langer aan hun lot over. Ga naar 4-voeters.nl/tv. If our dolls were coming to Los Angeles from Barbieland, this is the real world. This would be catastrophic! I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. There he is. Somebody get security. Barbie,
woensdag in de bioscoop. Een jaar contract voor stroom en gas met nu nog lagere tarieven? Pak je kans! Dus voor de jaarcontract met nu nog lagere vaste tarieven deal, check je snel energiedirect.nl. Red Bull geeft je vleugels. Zet je tarieven voor stroom en gas vast tot volgend jaar zomer. Lang, hè? Dus voor de zet hem vast en zit goed tot volgende zomerdeal, check je snel energiedirect.nl. Vannacht de finale van de CONCACAF Gold Cup op ESPN. Topfavoriet Mexico. De treffer voor Mexico. Tegen de grote verrassing Panama. Ja hoor, Panama in de finale van de Gold Cup. Kan de Eredivisie inbreng het verschil maken? Vannacht om 2:00, de Gold Cup finale. Live op ESPN. Welkom terug vanuit de Kuip bij het Feyenoord Festival, oftewel de traditionele open dag van Feyenoord. Waarin de supporters letterlijk en figuurlijk een plaatsje in de zon zoeken. Daar zag het aan het begin van de dag niet van uit. Maar nu zijn de weersomstandigheden goed. Is de Kuip gevuld? Niet voor een wedstrijd, maar voor een programma hier in de Kuip. Waarin de selectie van Feyenoord, maar ook de vrouwen, zich gaan presenteren. Mark van Rijswijk, hij zit op de tribune. Zit er in ieder geval lekker in. Het publiek wordt opgezweept. En dat lukt allemaal vrij aardig. Ja, bijna met 50.000 toeschouwers, de gevulde Kuip, is een afwachting tot wat er allemaal komen gaat tussen nu en 4:00. De presentatie van Feyenoord straks om 2:07, een ereronde van de kampioenen. Dan om 2:15 een spel met Feyenoordhelden. De presentatie van de Feyenoord Vrouwen 1 met daarin ook nieuwe aanwinsten om 2:50. En dan langzaam maar zeker, dan wordt dan toch de spanning opgebouwd richting de presentatie van Feyenoord 1. En dat is om 3:00. En dan zal de helikopter ongeveer tussen
kwart over drie en half vier gaan landen met vier nieuwe aanwinsten dus. Met Thomas van der Belt, met Thomas Beelen, met Minte, de speler die gehuurd is van Newcastle United. Tot nu toe de grootste aankoop. U hoorde hem eerder in deze uitzending, Ramiz Zerouki. En uiteraard wil Feyenoord nog meer spelers halen. Maar zijn dit in ieder geval de vier aanwinsten die tot nu toe uiteindelijk door Feyenoord al zijn binnengehaald. Het programma dat nu gaat beginnen in de Kuip wordt gepresenteerd door Koesie en Sander de Kramer. Wat een sfeertje hier. Je ziet, het legioen is weer compleet. We zijn er weer. En we gaan weer kampioen worden, of niet? Ja, we gaan even kijken naar het festivalterrein. Want daar gebeurde vandaag natuurlijk een heleboel. En daar staat onze razende reporter Marcia. Marcia, waar ben jij nu? Hey Sander en QC, ja, jullie mobile reporter hier, Marcia. Ik sta op dit moment in de groene zone en ik heb al heel veel leuke dingen gedaan en gezien vandaag. Zo ben ik al bij het reuzenrad geweest van maar liefst 22 meter hoog. Er zijn natuurlijk ook allerlei voetbalspellen te doen, zoals levend tafelvoetbal, voetbaldarts, de voetbalmuur is er natuurlijk ook en, dat is een hele speciale, je kan gewoon met de schaal op de foto. Er is echt genoeg te doen en te zien vandaag. Dat is superleuk. Nu is het natuurlijk iets rustiger bij de spelletjes, omdat het programma al begonnen is bij jullie in de Kuip. Maar heb je nog iets gedaan wat je wil doen, dan is nu eigenlijk wel het goede moment, want het is nu wat rustiger. Dus ik denk dat ik zo even naar die kampioenschaal ga redden. Ik heb echt zoveel blije gezichten al gezien vandaag. Het is zo leuk om te zien. Ook genoeg mensen en kids die voor de allereerste keer in deze magische Kuip zijn. Dat is natuurlijk echt prachtig om te zien. Maar het is bijna tijd. Rond kwart over drie is het zover. Dan komen de nieuwe spelers van Feyenoord en die zullen midden op de stip gaan landen. Ik ga alvast naar ze toe, dus ik ga er snel uit. Heel veel plezier daar in de Kuip en tot zo. Ja, dankjewel Marcia. En we zien je straks. Heel veel plezier. Ja, QC, over die schaal gesproken. Waar was jij toen Feyenoord kampioen werd dit jaar? Ik was hier. Ik was daar. Ik was daar. Ik was daar. Ik was daar. In de Kuip. Jij was overal. Waar was jij? Ja, ik was ook in de Kuip. Ik zat daar. Op een heerlijk plekje. Prachtige dag, hè? Wat een dag was dat, lieve mensen. 14 mei, dat staat toch in ons geheugen gegrift. En om even terug te gaan naar die dag, hebben we een mooi filmpje gemaakt. Ga lekker zitten en geniet ervan. 14 mei. Een dag was dat, lieve mensen. Wat een kippenvel hebben we toen gehad. QC, ben jij wel eens kampioen geweest?
Zelf niet echt met de sport. Maar ik vind, als je voor Feyenoord bent en je wordt kampioen, dan zijn we allemaal kampioen, toch? Zo is het. En weet je wie nog veel meer kampioen zijn geworden? Niet alleen Feyenoord 1, maar heel veel jeugdteams van Feyenoord. En vandaag zijn ze hier om jullie allemaal te begroeten. Laat je horen voor de kampioenselftallen van Feyenoord. Feyenoord onder 11, onder 13, onder 19. Het Street League team. En van de Feyenoord Academy de kampioensteams onder 15 en onder 17. Jay van Driesten is zijn ouders kwijt en zit bij de eerste hulp van het facilitair gebouw. U ziet de huldiging van Feyenoord onder 11, onder 13 en onder 19. Zij die dus ook kampioen werden. De droom om hier later te mogen voetballen. In ieder geval in de harten, maar nu al. Zo'n jonge leeftijd, zo'n ereronde mogen lopen. Het zal prachtig zijn voor de kinderen. Overdag waar alle kaartjes die ervoor verkocht konden worden ook daadwerkelijk zijn verkocht. Voorlopig ook uitstekende weersomstandigheden. Geen regen, gelukkig. Straks komt er dus een spel met drie oud-Feyenoorders. Wachten voordat zij ooit uit de helikopter mogen stappen. Ja, dan zullen ze eigenlijk ook eerst weg moeten, want het is dus alleen voor aankoop. Er zijn jaren geweest dat er ook jeugdspelers uit de helikopter stapten.
Inderdaad, vandaag zullen het dus de vier aanwinsten zijn. Sinds 1995. De traditie met de helikopter. Een paar jaar kon het niet. En vorig jaar zat natuurlijk ook de trainer in de helikopter, Arne Slot. Geen sensationele verrassing in de helikopter verwacht. Er is wel nieuws overigens over de selectie. Maar dat is geen schokkend nieuws, maar wel uitermate mooi voor hem. Milambo is namelijk definitief doorgeschoven naar Feyenoord 1. En zal dus ook straks gepresenteerd worden. Zat natuurlijk al vaak bij de selectie. Een speler uit de eigen jeugd. Die dus zeg maar vanaf vandaag officieel onderdeel is van Feyenoord 1. De Kramer die terecht roept, pak nog je moment. Ja, je weet maar nooit hoe vaak je hier nog mag rondlopen. Geniet ervan. Hey QC, wat was eigenlijk jouw favoriete kampioensploeg van Feyenoord? Ja, ik denk toch wel, de eerste club die ik heb meegemaakt bewust, was toch wel 2016-17 met Kuyt, met Elia. Dat was de eerste bewuste. 2002 natuurlijk de UEFA Cup, die hebben we ook nog gepakt. En ik ga eigenlijk vragen hoe het met de supporters zit. Wat is jullie favoriete kampioenschapteam? Deze. Ook deze. Ook deze. En die van jou? Ook deze. En is er nog een speler? Favoriete speler? Messi. Wat? Ik denk niet dat hij uit de helikopter gaat staan. Prima, prima. Wat is jouw favoriete speler? Hartman. Hartman. Voelen we dat, Hartman? En jou? Geertruida! En jou? Santiago Giraldes! Santiago! Lekker man. Wat is jouw favoriete speler? Mijn favoriete speler? Dat is Santiago Giménez! Giménez! Je hoort het, de sfeer zit er goed in. Ja, beste supporters, 2023. Gaat de boeken in als het kampioenschap. Het kampioensjaar, maar vandaag hebben we speciaal voor jullie ook kampioenen uit het verleden. Laat je horen voor Uli van Gobbel, Patrick Pauwe en Eljero Elia. Drie oud-Feyenoorders die het spel dat hier zo gespeeld gaat worden gaan begeleiden. Een eigen groep krijgen. En dan kunnen de mensen hier in het stadion zich nog wat mee winnen. Ulrich van Gobbel, Eljero Elia en Patrick Pauwe. In Rotterdam is voetbal nu al jaren nummer 1. We spelen net al zeker 100 jaar. Boelijnen, Kruijven, Kruijema, die namen zijn beroemd. Van Haneken en Jansen, Matt en Paar. De ene schaal lijkt het dan destijds iets beter te hebben doorstaan dan de andere. Zet ze maar op de sokkels neer. Daar staan ze, de prijzen die ze gepakt hebben. Daar zal een feestje mee zijn gevierd in die tijd. Om met jou te beginnen. Jij bent twee keer kampioen geworden met Feyenoord. In 1993 was het jaar dat jij zei, dit is het mooiste moment uit mijn leven. Denk je er nog steeds zo over? Nou ja, je ziet het, hè. De Kuip zit er helemaal vol. En ja, het was natuurlijk een fantastisch moment, hè. En het mooiste moment uit mijn leven natuurlijk, ook mijn kinderen. Maar dit komt er heel dichtbij. Dus dit is ontzettend mooi. Ja, want hoe belangrijk is het legioen? Vertel wat de supporters is. Oh, de schaal waait bijna weg. Hoe belangrijk is het legioen?
Nou, het is gewoon heel belangrijk. Hè. Je hebt het afgelopen seizoen gezien. Ik scoorde vaak in de laatste minuut. Maar dat is ook dat het hele publiek erachter gaat staan. En dan gaat het elftal ook. En dan is dat vertrouwen daar. En dan dwingen dat geluk af samen met het publiek. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk. Hey, even terug naar het 1993 jaar. Wat was dat voor een bijzonder team? Wat was het geheim van de ploeg? Dat geheim van de ploeg was natuurlijk een fantastische trainer natuurlijk. En een ploeg die met elkaar alles deed. Hard werken, hard trainen, goed voetballen. Veel drinken ook met elkaar, dat hoorde er in die tijd er nog steeds bij. Maar het was een vriendenploeg. En dat werd toen ook wel zijn vrucht af. En daarom zijn we ook kampioen geworden. En dat smaakte natuurlijk naar meer. En je ziet die prijzen hier staan. Dus dat is gewoon geweldig. Uli van Gommel! Patrick Pauw, je houdt hem goed vast, hè, die schaal? Ja, ik wil hem eigenlijk wel meenemen, Elke. Jij hebt de UEFA Cup gewonnen. Wat was dat voor een moment? Hoe heb je dat beleefd? Ja, dat heb ik beleefd in een roes. Maar daarna heb ik het wel allemaal teruggezien. En toen heb ik schijnbaar in mijn onderbroek op het veld gestaan. Ik heb dat altijd wel een heel raar moment gevonden, ja. Nou, dat wilde ik net over beginnen. Jij hebt iets van een half uur in je onderbroek in de rondte gerend over het veld. Maar dat had ook een reden, toch? Ja, dat had een reden, ja, dat klopt. Dat was de dopingcontrole. Hè. Ik kon nooit pissen. Dus die dokter zegt, ga maar met je blote voet op gras lopen. Dan komt het misschien wat eerder. Anders heb jij vanavond geen feestje. Dan ben je alleen maar hier in het hockey. Lekker zeg. Hey Pet, wat was het geheim van jullie elftal, van jullie selectie 2002? Ja, het is altijd moeilijk te zeggen, maar de combi van talent, maar ook met jongens die echt tactisch het ook weg konden zetten in een wedstrijd. In combinatie met de technische staf. Ja, ik denk, en het scorend vermogen is ook altijd belangrijk. We konden natuurlijk ook altijd scoren. En we hadden eigenlijk middenvelders achterin staan. Waardoor je dus ook altijd lekker aanvallend voetbal kon spelen. Dus ik denk dat die dingen de ingrediënten waren om zo ver te komen. Tot slot. Jij hebt natuurlijk een waanzinnige tijd gehad met Feyenoord. Maar als jij nu een moment zou moeten prikken, dat was het allermooiste. Wat zou dat dan zijn? Ja, als jij voor het eerst, zeg maar, een Johan Cruijff wedstrijd speelt en je mag daar een paar minuten voor tijd met je vrije trap 3-2 binnenschieten. Ja, dat is wel een heel lekker moment geweest. Ja. Patrick Pauwen! Elia, jij bent een beetje het gezicht geworden van de ontlading. In 2017 werden we na 18 jaar weer kampioen. Hoe heb jij dat beleefd? Het was een heel mooi jaar. Het was een bijzonder jaar. Alles ging goed. Dat jaar daarvoor wonnen we de beker al en daarna kampioen. Hey, de vraag is natuurlijk ook een beetje, ben jij nu eigenlijk nog een beetje in vorm? Ik doe mijn best. Ik probeer elke dag gewoon naar de gym te gaan en gewoon fit te blijven en gewoon leuke dingen te doen. Hey, we hebben het net al gehad over het publiek, hoe belangrijk het is. Wat heb jij voor explosie meegemaakt? Probeer het eens onder woorden te brengen in 2017. Zonder de fans was het sowieso niet gelukt. Elke wedstrijd in de Kuip was sowieso bomvol en je stond al met 1-0 voor als je het veld opkwam. En het was aan ons om zo snel mogelijk een doelpunt te maken. En dat jaar lukte alles. Dus. Goed man. Elgiro Elia. En ik vroeg net, niet voor niks, of ze een beetje in vorm zijn. Want dat hebben ze nodig toch, QC? Zeker weten man. Ik wil ook dat de spelers deze kant op komen. Want we gaan een penalty shootout doen. Kom maar deze kant op. En we gaan het natuurlijk ook spannend maken. Dus we gaan de prijzen aanhangen. En elke speler krijgt straks zijn eigen zijde. Ik wacht even tot de spelers hier zijn. Sander, als het goed is, heb jij daar zo'n prijs. Die gaan we zo even laten zien. En dan ga ik de spelregels uitleggen. Ik heb hier de prijs, jongens. We gaan dadelijk per vak kunnen we dadelijk deze fantastische tricot van Feyenoord winnen.
En er wordt aangeboden door de sponsor, door Europarks. En de spelers die gaan dadelijk een penalty nemen. En per vak kun je die winnen. En komen hier dadelijk kanonnen te staan bij het vak dat wint. En schieten die kanonnen de shirts in de tribune. Hoe mooi is dat? Toch, QC? Ja, man. Elke speler gaat 3 penalties nemen. En zoals je ziet bij de Olympiazijde, dat is Team Power. Laat je horen. Team van Gobbel, die doet het bij de korte zijdes. Laat jullie horen. En Team Oranje, dat is Elia. Dat is bij de Maastribune. Laat je horen. Maar ik ga even kijken wie het meeste support geeft. Olympiazijde, laat je horen. Team van Gobbel, laat je horen. Team Elia, laat je horen. Oh, ze zijn aan. Wie gaat beginnen? Ik denk dat we met Patrick Power gaan beginnen. Ben je er een beetje klaar voor? Ik kan niet meer klaar zijn dan nu, want ik heb 2 weken geleden geopereerd. Ik ben hier speciaal voor geopereerd, dus het komt helemaal goed. Oké, dan zou ik zeggen, neem plaats. En natuurlijk, jongens, dat mag ik niet vergeten. Onze keeper van onder 21, Jamie Kroeze. Je gaat het niet makkelijk krijgen. Die man kan ballen stoppen, hè. Dit is voor jullie zijde, hè. En we verwachten natuurlijk dat als Pauwen deze bal in de kruising legt, dat hij weer in zijn onderbroek over het veld gaat rennen. Ik zeg kruising. Doelpunt Patrick Power. Dat was een strakke bal. Dat was een mooie bal. Het zit er nog steeds in. Het is spin. Van Gobbel, ben je er klaar voor? En ook de snelste voetballer aller tijden van Feyenoord scoort. En dat betekent dat 1 punt is naar het team Kortezijde. Hey Elia, voordat je gaat, ik verwacht nog veel van je. Ik wil geen druk op je zetten. Ik verwacht veel van je. Ja? Ja. Oké. Okay. Hey, dit is voor deze zijde. Waar gaat hij hem schieten? Hey! En ook Team Oranje krijgt er een punt bij, want Elia scoort zoals hij in zijn jonge jaren deed. Punt Oranje. De tweede penalty van Patrick Bouwen. Hij legt aan. Hij kijkt naar een hoek. Hij telefoneert. Maar hij schiet hem er toch in. Patrick Power scoort ook zijn 2e doelpunt en komt op 2 punten te staan. Wordt Team Blauw. Team van Gobbel. Hey, ze missen niet. Ze missen niet. Ze spelen alsof ze de cup moeten winnen. Het is ongelooflijk. Het is fantastisch. Elia, durf je te schieten met je andere been? Elia mist. Hij zit er niet in. Er komt een kruisje door de 2e penalty van Eljero Elia. Een domper voor vak Oranje. Patrick Pauw voor zijn laatste penalty. Maakt hij ze alle 3. Power, durf je ook met je andere been? Petje, met je andere been. Patrick Power scoort alle 3 de penalties met een kunstknie. Het is ongelofelijk. Geef hem nog een ongelofelijk applaus. Patrick Power. En lukt het ook onze Oelie? Ik ben benieuwd. Hij legt aan. Hij kijkt. Oh! Oh, hij schiet op de lat. En dat betekent dat het team van Patrick Pauwen, Team Blauw, gewonnen heeft. Hij neemt.
neemt er gewoon nog één. En ook die gaat niet goed. Jongens, Team Power, jullie hebben gewonnen. Hey, laat jullie allemaal nog even horen voor alle spelers. Laat je horen voor de iconen van Feyenoord, Patrick Power, Eltje Noelia en natuurlijk Uli van Gobbel. Op één ongelooflijk applaus. Deze legendes van Feyenoord. Patrick Bouwen, Eljero Elia en Uli van Gobbel. Pet, nou je er toch bent. Er is niets met een halve knie. Je hebt het gehoord, Patrick Bouwen had de doelman omgekocht. En de shirts gaan het vak in. Ik ga gewoon even een momentje maken hier hoor. Zal ik er eentje op jou maken? Ik kom eraan jongens, ik kom eraan. Ja, tijdens deze open dag gaat zometeen de kameraadjesparade beginnen. Maar zojuist hadden we het onderdeel met penalty schieten. Eljero, ja, voor Feyenoord is het maar goed dat jij bij Feyenoord nooit de penalties nam. Nee, gelukkig niet. Ik deed andere dingen. Hoe leuk was het om hier op deze open dag achter de présence te geven? Nee, het is altijd leuk. Het is altijd leuk om terug te zijn bij Feyenoord. De fans, de kinderen, alles gewoon eromheen. Ik heb altijd een fijn gevoel als ik hier ben. Hoe heb jij als speler de open dag, nu heet het Feyenoord Festival, ervaren? Want jij kwam later in het seizoen. Jij hebt bijvoorbeeld ook nooit de helikoptervlucht meegemaakt. Was je daar blij mee of vind je dat achteraf gezien jammer? Ja, je wilt het natuurlijk wel een keer meemaken, maar ik ben niet zo'n fan van vliegen. Dus het is wel goed zo. Jij was wel blij dat Feyenoord jou later in de transferwindow overnam. Hoe kijk je op dit moment naar alles wat er bij Feyenoord gebeurt? Ja, het is goede energie in de club. Het gaat goed. Ze doen bewuste transfers, goede transfers. Ze gaan niet wild spelers halen, ze denken er goed over na. En het ziet er goed naar uit dat ze het volgende seizoen gewoon weer gaan knallen en in ieder geval de spirit vasthouden. 6 jaar geleden werd jij kampioen met Feyenoord, toen vertrok jij. Toen wist Feyenoord niet door te pakken. Heb je het idee dat Feyenoord misschien nu wel kan doorpakken en opnieuw misschien wel kampioen kan worden en hoge ogen gooien in de Champions League? Ja, ik denk dat alles mogelijk is, zolang ze er zelf in blijven geloven. En de energie vasthouden wat ze vorig jaar hebben uitgestraald, dan is alles mogelijk, denk ik. Jij bent linker aanvaller geweest. Ja, met name op die positie zoekt Feyenoord nog spelers. Er worden ook allerlei namen, Ivanušek, Kroaat, worden andere namen met Feyenoord in gebrand gebracht, Danjuma. Wat zou jij een goede linksbuiten voor Feyenoord vinden? Ik ben zelf fan van Deurussen. Ik vind hem een ongelooflijk goede voetballer. Maar ik denk dat Danjuma, als hij zou komen, dat het ook mooi zou zijn op links. Ja, waarom ben jij fan van Deurussen? En inderdaad, hij is nu selectiespeler, maar het komt er nog niet altijd even goed uit. Ja, in het begin speelde hij eigenlijk heel goed. In het begin van het seizoen. En eigenlijk waar eigenlijk spelers wegvielen, ging hij eigenlijk op die positie geen in gaan vinden. En ik vind dat hij eigenlijk meer de kans moet krijgen op de rechterkant. En niet op nummer 10 of linksbuiten of op middenveld. Hoe is het verder met de voetbalskills? Voetbal je nog een beetje? Ja, eigenlijk meer padellen. En wie weet ga ik nog eventjes bij een paar vrienden spelen. Dankjewel en succes. Nu de
parade van de kameraadjes, de jonge Feyenoord supporters. Met uiteraard mascotte Koentje daarbij. Ja, zij zit op de tribune. Aardig wat kameraadjes nu nog naast het veld en een deel al op het veld. Daar waar je eigenlijk nooit mag komen. Tenzij in Feyenoord 1 of bij de tegenstander speelt. Kijk, ze komen op het veld. Een gejuich uit duizend kelen. Mannen staan ervan versteld. Als de sterrenploeg gaat spelen, dan is altijd wat je hoort. Het lied van Feyenoord. Hand in hand, kameraad. Je ziet ook Ronnie Flex daar. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1. Hand in hand, kameraden. En zo kan er een middencirkel gevuld worden met de kameraadjes. De jonge Feyenoord fans zijn wel diverse leeftijden zo te zien. Maar... de jongste uit Verkorenen. Ze mogen niet allemaal het veld op. Sommigen zitten op de tribune en Aleta is daar nu ook. Echt waanzin. De tribunes zitten bomvol. Heel veel mensen kunnen nu eindelijk even lekker dicht bij het veld staan op de tribune. En voor deze meneer, nou ja, dit is je vaste plekje. Ja, dat is een vast plekje voor mij. Vanaf jongs af aan eigenlijk. Lekker bij het veld. En toen dacht je, de open dag die pak ik ook mee. Ja, zeker. Zeker omdat het podium hier vlakbij staat. En waarom vind je dit allemaal zo mooi ook om mee te maken weer? Ja, je zit dicht bij het veld, je ziet de spelers beter, je hoort de communicatie tussen de spelers. Iedereen wil hier natuurlijk wel zitten. Nou ja, vandaag heeft iedereen de kans om in elk geval dichtbij te staan. Ze wachten natuurlijk allemaal op dat moment met die helikopter. De kameraadjesparade is bezig, er wordt hier heel veel georganiseerd voor kinderen. Eerder was ook de kidspersconferentie. Mats Wiever, Eike Willinci, Hartman zaten er en kregen de vraag om hun favoriete Feyenoordliedje te zingen. Oké, doe maar. Ja, begin. Ja, maar jij moet even beginnen. Dadelijk kennen ze weer maar niet. Dan ben ik jawel, dat komt wel goed. Ik help wel. Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag. We zullen ze laten weven, ze zullen wat beleven. Feyenoord. Hartstikke goed. Nou, we hebben nog 20 minuten, dat zijn ongeveer nog 5 liedjes. Wat kunnen ze voetballen? Hartman en Wiever bij de kidspersconferentie. Die bezette plaats vond. Wiever er dus bij. En als Hartman straks bij de presentatie. De lucht inhouden. We tellen af van 5, 4, 3. 2, 1 en gooi ze de lucht in. En natuurlijk ook een dik applaus voor Ronnie Flex.
me ken, want je bent mijn mami. Ik stop in Balmain, want ik ben je papi. Love don't cost a thing, anders was ik kwaad. Zie ik het met things van rood. Nu heb ik met things on hold. Je naakt nog, they come and go. Dus het is oké, okay, zat ze geen nee. Want je weet ik wil je long, 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 long time. En ik ben wie ik ben, of niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verband zijn. Schatje, kom in langs. Je bent niet meer van hem, nee, je bent van. Hey, en alles. Jawel, Feyenoord 1 voor de laatste keer. In 3, 2, 1. Normaal doe ik dit niet. Ik hoop dat jij dit ziet. Ik voel je ene. Hey, het is oké. Voor de presentatie van de elftallen van Feyenoord 1. En we beginnen met het vrouwenteam van Feyenoord. En dat kan maar één man doen. Hier is onze razend populaire stadionspeaker, Peter Houtman. En uiteraard de presentatie van zowel de vrouwen als straks de mannen van Feyenoord 1. In handen van de stem van de Kuip, Peter Houtman. Jessica Tomini, kwam al. De trainer van de vrouwen. Die moet weer even terug. Pas ook nog Peter het heeft geroepen. Goed man, de legende, Peter. Nou ja, volgens mij. Valt mee? Ik weet van niet. Oké. Ik bedoel, je bent stadion speaker. Hoe voelt dat? Ja, eigenlijk als een echte Feyenoorder. Je gaat er altijd weer voor. En ja, het is soms ook wel eens met tegenzin als ze niet de puntjes binnenhouden. Dat schijnt aan mijn stem te horen te zijn. Maar ik ga er altijd voor, net zoals de jongens. Dus, en vooral met dit seizoen natuurlijk. Kampioen, Champions League voetbal. Wat wil je nog meer, man? Of niet, jongens? Champions League! Dan heb ik nog een vraag. Wat was jouw favoriete moment van de Feyenoord vrouwen? Van de Feyenoord vrouwen. Nou, als ik zo terugkijk en het geringe tijd dat ze al terug zijn in het betaalde voetbal, hebben zij uitstekende indruk achtergelaten en draaien ze gewoon hartstikke makkelijk mee in die hoogste divisie. Dus wat dat betreft ontzettende complimenten voor de dames, hoor. Zeker weten, zeker weten. En er is maar één iemand die ze echt kan aankondigen. Dus laten we de Feyenoord vrouwen erbij halen. Dat lijkt me een goed idee, ja. Spannend moment. Volgens mij komen ze voor de nieuwe tunnel. Vrouwen van Feyenoord. Jullie zagen ze al staan. Jessica Toornier, zij is inmiddels al anderhalf jaar onze trainer. We gaan even verder kijken. Dat betekent dat de stafleden naar voren komen. Laat je dus ook horen voor de staf die zo belangrijk zijn voor dit team. Nou, onze Kiepse, die kan er helaas niet bij zijn, maar dan laat je wel horen van Jacinta Weimar. Jacinta Weimar er dus niet helaas bij. Helaas niet aanwezig. Kiepse, okay. Komt die. Zit met het Nederlands elftal op dit moment in Australië, straks in Nieuw-Zeeland. En ook Siva Henry ontbreekt. Die is met Oranje onder 19.
en op pad. Dat is een van de nieuwe speelsters van gekomen van Ajax. Het is relatief nog nieuw bij de club. En dat is Ziva Henry. Of Henry, zoals je wilt. Ja, zij is een betrouwbaar speelster in het doel. Ricky Gene. Kiepster. En onze nummer 2, Justine Ricky Brando. Gene. Drie nieuwe speelsters straks die de Kuip mogen betreden. En nummer 3, Danique Ivana. In de zomer van 22 vertrok ze naar Feyenoord. Met nummer 4, Amber Versparret. Ze staat bij ons in de laatste linie. Verdedigt ze dus. De volgende speler is al 2 jaar bij ons met nummer 5, Saleni Raspo. Isaac Kagenaar met nummer 18. Ze is ook een verdedigster. Richard J.L. Baptiste met nummer 24. En onlangs tekende ze haar eerste contract. Ze is heel talentvol. Dan gaan we naar nummer 6, Cheyenne van der Goorberg. Middenveld. En zij is overgekomen van Bordeaux. Nou, ik zou zeggen, laat je horen. Voor Siska Volkertsma. Siska Volkertsma. Nieuw bij Feyenoord. Gekomen van Bordeaux. Met nummer 17. Zoe van der Ven. Mooie erehaag. Van de kameraadjes voor de Feyenoordvrouwen. En zij was de eerste versterking van dit jaar. Met nummer 10. Kirsten van der. Dan Kirsten van de Westering. Opgekomen van ADO. Met nummer 21, nummer 10. Tess van Benten. Ze is Jeugd International. Was de tweede versterking. Tess van Benten, nieuw gekomen van PEC Zwolle. En het Volkertsma van de Westering. Met nummer 7, Maxime Benning. Twee absolute grote versterkingen natuurlijk gehaald door Feyenoord. Aanvalster. En de volgende speler is met nummer 9, Sanne Koopman. En de volgende speler die is Brabants, maar Feyenoord in hart en nieren. Met nummer 11, Julie Schoenberg. Heidenberg. En de volgende speler die mag afkomen, Esme de Graaf met nummer 14. De aanvoerder van vorig seizoen, Esmee de Graaf. En dan hebben we met nummer 23, Jada Konijnenberg. Zij maakte tegelijkertijd met Feyenoord haar debuut in de Eredivisie. Romee van der Lavar met nummer 25. Die staat al een jaar onder contract. Zij is aanvalster. Romee van der Lavar. Mag ook de mooie tocht maken langs de kameraadjes. Geweldig eerste seizoen gehad, de Feyenoordvrouwen. Zo moeiteloos, toen al indruk gemaakt. Vorig seizoen, qua prestaties wat minder, Tony kwam. Een van de hoogtepunten, de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. De klassieker die daar werd gespeeld. Jij daar, waar ben je? Waar ben je? Jana Konijnenberg, ben je er al? Steek je hand maar omhoog hoor. Ja, kom er anders even lekker bij, joh. Ik loop wel even naar je toe.
Ja, je zal misschien schrikken. Moet je niet doen hoor, trouwens. Ik heb namelijk wat vragen gekregen van de kameraadjes. En die wilden ze aan jou stellen. Ik heb bijvoorbeeld een vraag van Dominique van de Torren. En die vraagt, hoe oud was je toen je begon met voetballen? Ik was 6 jaar oud toen ik ben begonnen met voetballen. Had je toen het idee, daar kan ik wel wat meer mee? Het begin niet, maar later wel. Ja, prima. Jamie van Roosendaal, 10 jaar. Hoe ben jij prof geworden? Door heel hard te werken en plezier te hebben in het voetballen. En dan komt het vanzelf. Ja, want hard werken, dat staat voorop, hè? Ja, dat moet wel. Anders ga je niet halen. Nee. Ik heb een vraag van Quinty van der Naderende. Wat doen jullie als je niet voetbalt? Ja, ontspannen en ja, je rust pakken. Ja. Gezond leven dus. Ja, dat zeker. Ja. Quinty van, die heb ik al gezegd. Wat doen jullie als je niet voetbalt? Ik heb hier nog een vraag. Die is ook nog binnengekomen. Van Kira Wennekes, 10 jaar oud. Waarom zijn jullie begonnen met het vrouwenvoetbal? Omdat het natuurlijk superleuk is. En dat de vrouwen ook een kans moeten krijgen op hoog niveau te kunnen voetballen. En zo is het maar net, hè? Precies. Nou, geniet ervan. En ik zou zeggen, heel veel plezier en succes met het elftal. Geldt voor jullie allemaal, hè? Meiden, doe je best, hè? Oké. Dankjewel. De vrouwen van Feyenoord 1. Ja, uiteraard nog wat foto's gemaakt. Zoals gezegd, onder andere Sint-Jan bij maar ontbreekt. Dus, dat hij zich opmaakt voor het WK met het Nederlands elftal. Dat zegt natuurlijk ook al veel over de groei. De razendsnelle groei van de vrouwen van Feyenoord. Die pas hun derde seizoen ingaan. Het grote Feyenoord. En dus nu ook al een speelster afleveren voor het Nederlands elftal op het WK. En met bijvoorbeeld Volkers Meijer van de Westering. Ze zwaaien naar grote namen gehaald. Ik zou zeggen, zwaai ze terug en geef ze een groot applaus. Daar staan ze allebei. Volkers Meijer van de Westering, de versterkingen. Twee van de versterkingen. En natuurlijk ook de kameraadjes die hier aanwezig zijn. Allemaal hartelijk dank dat jullie hier waren. Ik zag de gespannen gezichtjes en ook het optimisme. Volkers Meijer, opgepikt in Frankrijk. Bedankt voor jullie komst naar de Kuip. En van de Westering. Blessure leed gehad. En dames, lang moeten revalideren. En daar de nieuwelingen. Allemaal bij elkaar. Dus dames, jullie mogen door de erehaag terug. Want die staan er niet voor niets. Ja, Nina. Volg maar een mooie rij. Ricky Gene, nieuwe keepster. Van Heerenveen. Van de Westering en Volkersma dus. En Tess van Bentham gekomen van PEC Zwolle. Leuk hè? De vijfde nieuweling. Ziva Henry is dus met oranje onder 19 weg. Nou, dus ze willen allemaal een handje krijgen, dus anders kunnen we het en kameraadjes, ga lekker zitten als jullie het willen. Dan kunnen jullie de rest van het programma ook mooi zien. Ja, en zo meteen gaan jullie natuurlijk langzamerhand worden. Want het moment is daar gekomen waar we allemaal op wachten. Straks horen jullie de pauken. En dat is het moment om de presentatie te gaan doen van Feyenoord 1, de mannen dus. Nou, we gaan dat eventjes afwachten. De rest begeeft zich naar de zijlijn, de kameraadjes. Ze zwaaien naar de tribunes, zwaait weer even terug. Prachtig moment voor deze jonge kinderen. Er wordt wat voorgelopen op schema. Dus de planning was dat de presentatie van de nieuwe spelers met de helikopter ongeveer. Nou, dat het 10:30 zijn. Zo'n 10 minuten ervoor zou de presentatie van Feyenoord 1 beginnen. Maar we lopen er zo'n 10 minuten voor op schema. Dus wellicht schuift ook dat weer wat naar voren. Dus we willen nu niet weggaan en om 10:30. Ja, dan krijgen we nu een optreden van de supporters. TV weer aanzetten. In de hoop dat de helikopter gaat landen. Want die zou dan alles geland kunnen zijn. Ja, want afgelopen jaar is door deze groep supporters het kampioenslied gemaakt. Laat je horen, want ze gaan speciaal voor jullie optreden. Onze zingende supporters.
Fantastisch. Een applaus voor de supporters. In het mooie jasje gestopt in dit prachtige lied. Ja, en ik zei het net al, want, u hoort het al inmiddels, de pauken. En dat betekent natuurlijk dat we overgaan op het moment waar we, inderdaad wat ik net al zei, waar we op wachten. En dat is natuurlijk tijd voor de presentatie van de mannen van Feyenoord 1. Maar Peter, heb jij enig idee waar die trap nou voor is? Volgens mij gaan er wat jongens lopen, maar ik wacht het ook maar af. Ja, u ziet de pauk in beeld. Ze maken zich gereed. Enthousiast getommel. Nou, je moet het wel even kennen, hè? Ik ga naar mezelf te kijken, daar zit ik niet te wachten hoor. Daar komen ze. Ja hoor. Daar komen ze aan. De mannen. Ja, die elke dag op buiten het veld met de spelers aan de slag zijn. Stafleden en de medische staf. Zij hebben ook duidelijk hun waarde gebreken. Het staat er zelfs al bij. Hier, welkom ook hier in de Kuip. En dan komt aan op de trap Sipke Hulshof, assistenttrainer. Je ziet het allemaal ook op het beeld. En de man, ik heb zelf al met hem gespeeld, was heel lang geleden. John de Wolf, assistenttrainer. Het luidste applaus tot nu toe is voor John de Wol. Ja, die wint het capopariteit toch nog net wat van Sipke Hulshof. Zal niet wat verbazen, ook Hulshof zelf niet. Nieuwe keeperstrainer zag er nog even voorbij komen, Jiri Nieminen. Ja, Marino Pusic. Ja, u ziet het te goed hoor. Marino Pusic, hij is assistenttrainer bij Feyenoord. Over populair gesproken. Ja, ja. U ziet het. Hij is gewoon in Rotterdam gebleven. Onze kampioen maken samen met de staf aan de slot. En er zullen toch aardig wat spelers zijn die een minder groot applaus krijgen dan de trainer van Feyenoord. Die bleef. Hij is opgebleven. Daar hoef ik eigenlijk niets meer bij te vertellen. Kind van de club. Justin Bijlo met nummer 1 uiteraard. Geen Manchester United, maar de Kuip. En de volgende speler die is vandaag 23 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Marcus Pedersen. Hij zou wel eens minder bezoek hebben gehad op zijn verjaardag. Met nummer 2.
Ja, de volgende man die ik mag gaan opnemen is een jongen van Zuid. Onze held, Lucerel Geertruida. Ook een speler waar veel interesse voor is nog steeds. Gaat hij op, gaat hij niet. Naar Leipzig. Voorlopig nog steeds Feyenoord. De volgende man, die is vorig jaar doorgebroken en inmiddels niet meer weg te denken. Quilinci Hartman. Nou, we zijn, en dat is niet ten nadele van de spelers, maar toch niet inderdaad heel veel spelers die aan het applaus van Arne Slot komen. Een van de spelers die dat zou kunnen doen, is er vandaag niet. Zat die Jiménez. Hij en Trauner zijn er niet. Jiménez speelt vannacht nog de finale van de Gold Cup die u bij ons kunt zien. Ja, u ziet hem al, onze volgende aanvaller. Alireza Jahanbakhsh. Ook zo'n leuk liedje van. En hij gaat spelen met nummer 7. Hij gaat beginnen aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Jullie hebben het natuurlijk al lang gezien. Hij komt erin met naam en wel. Met nummer 8, Quinten Timber. Komt zijn broer voorlopig niet tegen. Het zou uiteraard in de Champions League nog kunnen. Maar niet meer in de Eredivisie. Ja, dan krijgen we een geweldige Braziliaan. En hij gaat ook in hem nog steeds interesse natuurlijk. Hij heeft van belangrijke goals gezien. Ik heb het dan natuurlijk over Danilo. Met een 9. Er worden achter nog wat ballen de tribune ingeschoten. Ja, de volgende man. Die begint aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord 1. En vorig jaar kwam hij uit de helikopter. Dan heb ik het over Javaro Dielrozen met de 11. En ik zeg het al, jullie zitten hier met z'n allen. Ik noem met nummer 12 het legioen, dat zijn jullie zelf. Fantastisch. En applaus voor jullie van deze kant. Zeker van de spelers. En de volgende speler. Doorgaans op de flanken bezig. Igor Paschal. Publiekslieveling, van wie veel wordt verwacht dit seizoen. Vorig seizoen toch ook al 7 keer gescoord. Nee. Je toch lang niet altijd in de basis stond natuurlijk, maar wel een zeer respectabel aantal doelpunten nog. U ziet hem al verschijnen hoor. Hij is er ook weer bij. Linksback Marcos Lopez. Kijk, nog niet in Lucas, heb je er heel veel zin in, hè? Nou, kijk, daar is de lach. En nadat Marcus. Ja, en hij is er helaas niet bij vandaag. Onze twee spelers ontbreken dus. Gernot Trauner, toch een applaus voor hem. Trauner en Jiménez er niet bij. Dus een voorzichtig applausje voor Trauner, die anders denk ik wel wat luider was toegejuicht. Ja, en ook hij had een geweldig seizoen en speelt tegenwoordig ook bij het Nederlands elftal. Mats Wiefer. En Mats speelt. Een van de grote verrassingen van vorig seizoen bij Feyenoord. Zo snel dat hij dus inderdaad het Nederlands elftal haalde. Nations League gespeeld. Ja, en deze man die had vorig jaar een aantal onwaarschijnlijk belangrijke reddingen. Timo Mellenhorten. De penalty killer. Ook in deze voorbereiding al laten zien dat hij in staat is om strafschoppen te pakken. Dat lijkt de huisspecialiteit voor Mellenhorten.
En hij is een groot talent. Komt zich ook voegen bij de rest van de spelers. Rustig naar Patrick. Van Patrick Wollemark met nummer 23. Een groot talent uit Zweden dus. Ja, groot talent, maar dat nog niet laten zien. Zeker niet constant genoeg, veel blessures. Ja, en dit is een groot talent uit onze eigen Feyenoord-academie. Mimaral Benita. Mimaral die gaat spelen onder nummer 24. Nummer 24 voor Benita. Ja, en van de volgende speler gaan we hopelijk nog heel veel moois zien. Ramon Hendricks. Gehuurd geweest aan Utrecht. Maar die eigenlijk al geblesseerd was voordat het seizoen begon. Kon nog wel wat spelen uiteindelijk. Nu weer terug in de kuit. 26. Ramon Hendricks. Ja, en hij is een grote man. Talent moet ik zeggen. En nog maar 18 lentes. Anthony Milambo. En hij dus officieel nummer 27 gaat hij spelen. Van het eerste van Feyenoord geworden. Vandaag pas bekend geworden dat hij is definitief is toegevoegd aan de eerste selectie. Waar veel jeugd natuurlijk de kans krijgt in de voorbereiding. Zou er zo'n speler. Ja. De kans krijgen betekent niet automatisch ook dat je bij het eerste zit officieel voor Milambo. Geldt dat dus vorig wel. Vorig jaar is hij in de winter bij de club aangesloten. Mirasho Casavio. Hij kwam van Groningen. Zou ook in hem alweer de nodige interesse zijn. Moet nog ook een heel jonge speler. En dan speel je dus in deze seizoen bij een club die degradeert en een club die kampioen wordt. Nummer 29, Santiago Jiménez. Hij is er vandaag helaas niet bij omdat hij met Mexico uitkomt in de Gold Cup. Ik heb het natuurlijk over onze spits, Santiago Jiménez. Luid applaus voor Santi Jiménez. Om 2:00 vannacht de finale van de Gold Cup te zien bij ESPN tussen Mexico en Panama. Maar dit vooral dus met invalbeurt heeft moeten doen. Want als een doelpunt ook heeft meegepikt. Onze middenvelder van de Argentijnse kom af. Ook hij loopt de trap af. Middenvelder. Bouchaud. Hij gaat spelen met nummer 30. Ezekiel Bouchaud. Daar staat het jij voor. Thijs Jansen, de keeper met nummer 31. Zo belangrijk achter de Van der keeper. Ja, de keeper Jansen. En als het zoemd is, gaan we er nog één zien. Ja hoor, hij is onderweg. Ja, de laatste, hij is heel belangrijk geweest voor het afgelopen seizoen. Hij speelde de meeste minuten. En zijn naam, jullie weten, Davids Hansko. Met nummer 33. Centrale verdediger. Ook is populair geworden hier in Rotterdam. Die zich zeer goed heeft laten zien vorig seizoen. Ja, beste jongens, beste spelers, dan vraag ik jullie even een hele grote ereronde te gaan maken, zodat de mensen jullie ook van dichtbij kunnen zien. Dus alsjeblieft, ga lekker met een ereronde meedoen en dan kunnen de mensen jullie nog beter gaan leren kennen. Hey jongens, en dan moedig ze ook aan, zoals jullie het hele seizoen ze aangemoedigd hebben. En daar horen we al het geronk, ja hoor, die komt er ook aan, het geronk van de helikopter. Dat gaat zo meteen beginnen. De helikopter vliegt al over. Daarin dus de vier nieuwelingen.
die u nog bij deze voorste ronde heeft gemist. Peter Houtman zei, ga maar een eerder ronde lopen. Maar dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Dat hebben de spelers eigenlijk al gedaan. Op het moment dat ze, nadat ze de trap afkwamen, Hansko dus als laatste. Ja, beste mensen. De selectie is bijna compleet. Maar maak je klaar, ja, want het is zover. Die gaan nog even een rondje lopen. Komen bij u langs. Je ziet hem al. Ze allemaal gedag zeggen. En ja, jullie hebben hem al zien gaan, hè. De helikopter die rondjes draait nu. Het bekende geluid. Ja, die gaan er straks uitstappen. Jullie weten het waarschijnlijk grotendeels al. Maar even veilig op het podium. Straks zal er nog een grote ronde plaatsvinden. Als de spelers langs de volle tribunes hier in de Kuip lopen. Zoals gezegd al eerder, sinds 1995 de traditie om de nieuwe spelers te laten landen met de helikopter. De meeste van jullie die zullen al zien. We gaan eens even kijken of hij nog schijnbeweging toen in zijn. Clement Zwijnenberg, Tom en Ivan en Wietmar die de compleet met helikopter uitkwamen. De helikopter. Nu dus vier spelers, de vier nieuwelingen, waar er nog een paar bij zouden moeten komen. Ivanušek, een van die spelers die veel wordt genoemd. Maar voor hun zit er dan geen helikoptertocht meer in. Voor de duidelijkheid, de spelers die allemaal ons aanstaan, die maken dadelijk ook het ererondje als de anderen erbij zijn. We proberen wat beelden uit de heli te krijgen. Dat is wel zo leuk. We gaan het even afwachten. Ja, hoor, daar komen ze. Ja, vanuit de helikopter is nu ook wat beeld. Over Rotterdam-Zuid heen. En hij maakt nu aantijgingen om te gaan landen. De helikopter met de nieuwe aanwinsten. Een opluchting voor een enkeling daar in die helikopter. Het is allemaal weer goed afgelopen. En altijd een bijzonder moment op de middenstip van de Kuip. Vorig jaar stapte hij eruit aan de slot. Ze wachten uiteraard. Ja, dan zal er toch wel iets uitkomen natuurlijk op de. Tot dat allemaal helemaal stilstaat. En dan komen de laatste vier die vandaag nog gepresenteerd worden.
En toen werd het stil. Altijd is er de hoop dat er opeens ook nog iemand uitstapt van wie niemand het nog weet. Maar ja, dat kan tegenwoordig eigenlijk niet meer. Dat daar opeens die sensationele aankoop in zit. Waar hij ook zo blij mee zal zijn. En linksbuiten de nummer 10. Opvolgers van Idrissi en Szymanski zoekt hij nog. En hij zet in op topkwaliteit. Hij is zeer te spreken, Arne Slot, over hoe het tot nu toe gaat. Veel verder dan vorig seizoen, zei hij. Ook de oefenwedstrijd die dan 0-0 werd gespeeld tegen Union. Gisteren toen gaf hij, vorig jaar eigenlijk 4-0 verloren. En nu het grootste gedeelte van de wedstrijd beter. Maar dan gaat het om het afmaken en het creëren van de kansen. Nou goed, daarvoor missen ze bijvoorbeeld natuurlijk Jiménez. En dus nog twee potentiële versterkingen. En dan om daar het verschil te kunnen gaan maken. En dan is de eerste die we uit de helikopter gaan vragen. Rami Saruki. Gekomen van Twente. Er waren een paar pogingen voor nodig om hem definitief los te weken uit Enschede. Ja, maar nu Feyenoord. Was het spannend in die helikopter? Ja, het was wel even spannend, maar alles is goed gekomen en het was hartstikke leuk. Niet te zenuwachtig? Nee. Hoe vind je deze opkomst? Ja, prachtig. Van boven was het heel mooi te zien en was puur genieten. We gaan kijken wie er nog meer aan uitkomen. Blijf even lekker hangen. Want de tweede man die we uit de collega's gaan vragen is Thomas van Belt. Hij komt over van PEC Zwolle. Een geweldig seizoen gehad bij PEC Zwolle, Thomas van den Belt. 16 doelpunten en promotie met PEC Zwolle. Ja, leuke verwelkoming, denk ik, hè? Ja, zeker. Dank je wel. Komend van PEC Zwolle, toch ook een leuke club. Ja, een hele leuke club, maar Feyenoord is toch een iets mooier club. Ja. Vol ambities natuurlijk. Zeker. Hopen op een mooi seizoen met z'n allen, dus daar gaan we voor. Je gaat er ongetwijfeld voor. Nou, amuseer je in ieder geval met deze dag. En veel succes in ieder geval. Dan gaan wij naar de derde speler die in de helikopter zit. En dat is Yacouba Minté. Yacouba Minté, Guurt, van Newcastle. Van Newcastle United. Welkom hier in de Kuip. Thank you so much. What do you think about it, this landing? Yeah, I feel happy about it. It's a good thing. This is my first time to experience this kind of things. And I'm really happy. I would like to say thank you to all the fans for the home welcoming. Thank you all. Hij zegt iedereen gedag en is blij dat hij hier is. En de laatste ook gekomen van PEC Zwolle. PEC Zwolle. Hij zit al te lachen. Thomas Beelen. Thomas, centrale verdediger. Ik denk niet dat je dit al eerder hebt meegemaakt. Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is wel een bijzondere ervaring, denk ik. Hoe was die ervaring? Leuk. Boven de stad gevlogen om hem te zien. En die landing hier is wel bijzonder. Dus. Geen angst gehad? Nee, zeker niet. Was je al eens eerder in een helikopter gezeten? Nee, het is voor mij de eerste keer. Dus leuk. Hey, ja, er wordt natuurlijk zoals altijd veel verwacht van de nieuwe spelers. Hoe denk je er zelf over? Ik heb er zelf gewoon zin in. Voor mij is het een hele mooie stap. En, ik heb gewoon zin om hier aan de slag te gaan en hier in de Kuip te gaan spelen. Nou, de ambities zijn er sowieso. Oké. Succes ermee. En we gaan eventjes wat foto's maken volgens mij. Foto's van de vier nieuwelingen. De vier die er dus al zijn. Van Feyenoord. Ze staan hier op rij. En hopelijk gaan ze ons clubteam heel veel met goed brengen. Met Belen, Van der Belt, Zerouki en Minté. Ja, ik heb hier ook nog voor ze klappen hoor. De nieuwe aanwinsten van Feyenoord. Vers geland uit de helikopter. Zerouki, de grootste aankoop. Van wie dus misschien ook wel het meest mag verwachten. We hebben eigenlijk een beetje met Van der Belt ook. Ziet de strijd natuurlijk op een plek op het middenveld. Oké, dan vraag ik om jullie al aansluiten bij de rest van de selectie. Dit is de selectie waarmee hij het op dit moment moet doen. Nog geen Jiménez, nog geen Trauner. Die komen sowieso terug. Dan komen er, neem ik aan, ook echt wel een nummer 10 en een vleugelspeler bij. Voor Arne Slot. En dan wordt het strijden
in de Champions League om de titel en om de beker. Gezien de rust die hier is. Het grotendeels intact houden nog van de selectie. Natuurlijk Kukçuk bijvoorbeeld weg, maar er was interesse in meer spelers. Daar staat bijvoorbeeld Bijlo. Vraag ik jullie nog eenmaal voor het complete team. Feyenoord lijkt op dit moment, met hoe de selectie er nu voor staat en hoe de situatie bij de club is, de favoriet. Zijn handtekening heeft gezet onder een lange verblijf in Rotterdam. Ja, Arjen, je staat hier bij me en ik denk dat je heel veel verwachtingen hebt. Ja, zeker. Maar die verwachtingen zijn ook vandaag alweer overtroffen. Als je ziet hoeveel mensen er zijn. Het is denk ik geweldig voor de staf, maar ook voor de jongens. Om te zien bij welke club ze terecht zijn gekomen of bij welke club zelf voetballen. Hoeveel deze club voor de mensen betekent. En dan een extra spannend seizoen, Champions League voetbal. Ja, maar vergeet ook vooral niet dat we het in de Eredivisie weer heel goed willen doen. Dus Champions League is heel mooi. Zeker dat we vanuit de Conference League naar de Europa League, nu naar de Champions League gaan. Maar we willen vooral in de Eredivisie ook weer hele hoge ogen gaan gooien. Dat we daar misschien ook weer, nou ja, je weet wat ik bedoel. Sorry? En dat je misschien dan weer... Ja, maar we moeten nog 34 wedstrijden spelen. Dus we moeten eerst de komende week gaan op trainingskamp keihard gaan werken. Om de fitheid van vorig jaar weer te gaan benaderen. Hopelijk zelfs nog te vergroten. Jullie gaan naar Oostenrijk, hè? We gaan naar Oostenrijk. En als dat gaat lukken, dan zijn we een heel competitief elftal om even de bovenste plekken te spelen. We gaan er allemaal voor en ook het publiek. Nogmaals applaus voor de selectie. Compleet natuurlijk met de technische stap. Van harte gefeliciteerd. Ja. Ja, en zoals voorspeld, het grootste applaus bij het naar beneden lopen van de trap was er eigenlijk wel voor de trainer. En dan wordt het tijd voor de ereronde. Maar dat kon natuurlijk niet zonder muziek. Dus mag ik een applaus voor de Hermes Housegroep. Houseband, sorry. Dat was het al. Hermes Houseband. Ik ga het nog eentje doen. En gaat de klassieker spelen. Die is hier in de Kuip ook nog wel eens draaien. Ja, hij heeft altijd een aardig balletje kunnen raken. Met z'n allen die handjes!
Laat je nog één keer horen voor de kampioenen van 2023, Feyenoord! En natuurlijk ook de Hermes House Band, DJ Boetjepal, Masha en de Ballenjongens. En hiermee is het einde gekomen aan het binnenprogramma van het Feyenoord Festival. Maar buiten gebeurt er nog van alles. Dan gaan we lekker door. En we hebben een paar winnaars die meegaan met de helikopter QC. Zeker weten. We hebben Diane de Gunst. Dus gefeliciteerd. En we hebben Stefan Tromp. Waanzinnig. Dat zijn de winnaars. Een van de spelers die uit de helikopter is gekomen is Thomas Beele van de Nieuwelingen. Neem eens mee. Hoe was het, die helikoptervlucht boven Rotterdam? Is iets heel bijzonders, denk ik. Dat gebeurt natuurlijk alleen hier. Ik heb de stad mooi kunnen zien van boven. Als je zo boven het stadion vliegt, is het gewoon is leuk om te zien. Wie van de vier was het meest bang, deed in zijn broek? Volgens mij was niemand echt bang, want we hebben het er wel een beetje over gehad. Maar ik hoorde dat niemand bang was voor de vlucht. Er stond wel veel wind. Ik zag ook die helikopter de Kuip binnenkomen. Ik hoorde voor de tijd van je voelt niet zoveel van die wind. Maar ik voelde die wind toch aardig. Dus hij ging wel een beetje heen en weer, ja. Je hebt voor Feyenoord gekozen. We hebben je nog niet gesproken. Je had keuze uit meerdere clubs. Bijna de hele Nederlandse top zat achter je aan. Waarom heb jij voor Feyenoord gekozen? Wat je zegt inderdaad. Ik zat wel in een redelijke luxe positie, denk ik. Het was nieuw voor mij, maar... uiteindelijk denk ik dat Feyenoord gewoon is een topclub. Ik zeg kampioen geworden. Ze gaan Champions League in. Ik denk een trainer die waar je graag mee samen wil werken. Dus uiteindelijk gewoon veel dingen voor mij die wel positief richting Feyenoord wezen. En ik had er ook gewoon een goed gevoel bij. Dus uiteindelijk ben ik gewoon heel blij om hier te zijn. Wat kunnen de mensen hier van jou verwachten? Ik ben verdediger. Dat weten de meesten wel, denk ik. Wat kun je van mij verwachten? Ik ben een voetballende speler, denk ik. Het verdedigen heb ik het afgelopen jaar ook wel geleerd natuurlijk. Ik hou ervan om gewoon om door te dekken, om kort op mijn man te zitten. Ik denk dat ik voetballend wel wat bij kan dragen aan de ploeg. Vorige week ben je bij Feyenoord gearriveerd. Er zijn twee oefenwedstrijden geweest tegen Club Brugge en tegen Union. Daarin ben je nog niet in actie gekomen, hoezo niet? Ik had gewoon wat kleine pijntjes, dus daarin moesten we even rustig aandoen. Maar het gaat nu goed, dus ik hoop volgende week wel minuten te gaan maken. En bij Feyenoord hier heb je natuurlijk ook Thomas van der Belt als speler van Zwolle van vorig jaar, die ook nieuw is. Trek je dan de eerste week met name veel met hem op? Ik ken hem wel goed natuurlijk, maar je wil ook een beetje... je wil niet dat je alleen maar aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Je moet ook je eigen weg gaan, dus ik ken hem goed. Ik ben goed met hem, dat sowieso, maar hij helpt mij wel met dingetjes, maar... Uiteindelijk is het gewoon een leuke groep, denk ik, en gaat dat helemaal goed komen. Morgen vertrekken jullie naar Oostenrijk voor een trainingskamp. Ga je daar je helemaal settelen en je daar proberen inderdaad in het elftal te knokken? Ja, dat is wel daarom ook inderdaad dat ik... we hebben ook gekeken richting een trainingskamp, dat ik nu gewoon helemaal fit ben. En dat ik daar echt volle bakken tegenaan kan, want het zal wel redelijk pittig worden, denk ik. Maar ik hoop gewoon inderdaad daar ook mijn eerste minuten te gaan maken. Dankjewel, dat was Thomas Beele. Ja, veel meer Feyenoord straks ook nog op deze zender. Straks na de open dag krijgen we ook nog een documentaire met Pak Xiao. En met, laten we maar echt gelijk even doorgaan, met de volgende Feyenoorder die nieuw is. En die zojuist uit de helikopter is gekomen, Thomas van der Belt. Ja, ik vroeg het net aan Thomas van wie was het meest bang. Hij zei niemand was bang, klopt dat? Nee, dat gevoel had ik ook wel een beetje. Jakuba nog denk ik een beetje lastig te peilen. Maar Ramiz en Beele had ik ook niet het gevoel dat die echt heel bang waren. In hoeverre heb je eruit gekeken? Toch het hoogtepunt van de open dag en bij Feyenoord is het toch een traditie uit die helikopter komen? Ja, goed eigenlijk. Normaal zie je het op social media voorbij komen en nu stap je zelf de helikopter uit. Dus dat is wel leuk om dat van de andere kant zo mee te maken. Vertel eens, neem eens ons mee op Rotterdam Airport, daar stap je in. En dan, wat gebeurt er allemaal? Je komt al een paar keer over die volle Kuip heen terwijl die open dag bezig is. Ja, ik moet wel zeggen, het was niet Rotterdam Airport. Het was volgens mij ergens in een plaatsje waar we naartoe moesten en daar stegen we op. Maar dan vlieg je richting Rotterdam, alle plekken een beetje mooi uitzicht. De stad zie je in de verte liggen, de Kuip zie je allemaal goed liggen. Ja, daarna ga je een beetje cirkelen boven het stadion, dan zie je veel mensen. Groen, echt mooi grasveld ook, dus dat is mooi. Je hebt een grote stap genomen, een grote overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord. Hoe bevalt die tot nu toe? Ja, goed denk ik. Ik denk een paar weken in training nu. En ik heb naar mijn zin, leuk team, goed niveau, leuk oefenschijn en alles. Dus... Ja, ik heb het goed naar mijn zin hier. Wat voor een speler ben je? Ben je dan gelijk aanwezig of ben je toch langzamer zeker een speler die probeert zijn plekje binnen zo'n selectie te bemachtigen? In het begin ben je niet op de voorgrond. En dat zal ik ook niet zo snel zijn, denk ik. Alleen toch moet je langzamerhand wel steeds meer een beetje zelf laten zien en steeds meer respect afdwingen.
Dus ja, dat gaan we meemaken. Ja, is het toch moeilijk vanuit, tussen aanhalingstekens, de provincie naar een grote stad als Rotterdam? Je hoort het wel vaker, alles wat directer. Merk je dat al gelijk? Ja, soms wel, maar ook niet altijd. Ik denk dat het ook een beetje overdreven wordt. Vaak Zwolle, klein stadje, Rotterdam, grote stad. Ik denk dat het wel meevalt, maar misschien zegt het ook iets over de sfeer bij Feyenoord en hoe goed iedereen met elkaar is. Je hebt al minuten gemaakt in twee wedstrijden, twee oefenwedstrijden tegen Brugge en Union. Heb je gespeeld? Hoe vond je dat ging? Ja, goed eigenlijk. Twee keer in de hoofd gespeeld. Ook nog tegen PEC, tegen mijn oude club begonnen. Dus dat was ook speciaal. Maar ja, in ieder geval 45 minuten drie keer gehad. Dus dat is goed om de eerste minuut in de benen te hebben ook. Ja, wat merk je toch van het niveauverschil van daar waar Feyenoord heen wil en hoe je aanpikt? Natuurlijk bij PEC was afgelopen jaar een beetje KKD-niveau. Wel top KKD onder een Eredivisie, denk ik. En als je dan naar de nummer 1 van de Eredivisie gaat, naar de kampioen, ja, dan merk je dat dat in zoveel verschillen is alles beter. Tempo gaat omhoog, betere spelers om je heen. Dus dat is wel, dat heb ik wel gemerkt, ja. Tot slot, ik vroeg het net ook aan Thomas Beelen, de andere Thomas. Komt ook van Zwolle, je kent hem goed. Ben je dan met name in die eerste week veel met elkaar bezig? Ben jij ook de reden dat hij hier bij Feyenoord speelt? Dat denk ik niet. Ik denk dat het echt zijn eigen keuze is. Natuurlijk trek je wel een beetje met elkaar op, je kent elkaar. Bij PEC waren we goed samen, trokken we ook wel veel samen op. Dus dat zou nu ook niet anders zijn, ja. Dankjewel en succes. Volgende week ga je op trainingskamp met Feyenoord naar Oostenrijk. Uiteraard is ESPN daar ook bij. En straks veel meer ook over Feyenoord. We gaan hier nog terugblikken op die open dag. Die langzamerhand een beetje aan het afronden is. Veel supporters gaan nu buiten de Kuip naar andere activiteiten. Maar straks hebben we ook nog interviews. Dus blijf hangen zou ik zeggen. En straks na de uitzending van het Feyenoord Festival. Dan is er ook nog een unieke documentaire die in première gaat over twee Feyenoordspelers, twee Brazilianen, twee smaakmakers. En dan heb ik het over Danilo en Paixão. Tot zometeen. E a mãe vai ficar aqui na torcida orando por você, porque é o meu papel fazer por você é orar que vai dar tudo certo, meu filho. Vai lá. Não desanime, vai fazer gol. Eu quero gritar, eu vou gritar. Paixão voor het schot. Oh! Wat een heerlijke treffer van Paixão. He's my brother for life, man. It's like a really sweet guy, like a honest, like loyal. It's like all the beautiful things that you need to have he has inside of his heart. Porque é o que o Danilo está sendo na vida do Igor, é um grande irmão. E eu, como mãe do Igor, eu sou muito grata e vejo o Danilo hoje como um filho de coração. O Danilo sempre foi muito ativo, né? Então, quando ele tinha um aninho de idade, ele pegava as laranjas da minha fruteira, colocava no chão e fazia de bola. Já. My first thing that I saw was like little ball. It was an orange. And then I shoot. And then my father was like, okay, that's a good sign. And then my mom was like, oh, that's a good sign. Vrijdag 4 augustus. Live vanuit de Kuip. De Johan Cruijffschaal, landskampioen Feyenoord. Feyenoord is de beste van Nederland. Ontvangt bekerwinnaar PSV. De beker is voor PSV. Pakt de Nederlandse Supercup. Paixão! En daarmee de eerste prijs van het seizoen. Oh-ho! De strijd om de Johan Cruijffschaal. Oh! Wordt een ware kraker. Feyenoord PSV. Vrijdag 4 augustus om 8 uur live op ESPN. Taxi, als je van de tropen wilt genieten. Een leven zonder gevoelige tanden? Zeg nee met Elmex Sensitive Professional. Deze verbeterde formule creëert een betere zuurbestendigheidslaag voor onmiddellijke en langdurige pijnverlichting. Zeg nee tegen gevoelige tanden met Elmex Sensitive Professional. Spaar nu voor de taxi op blaaslang. Ga naar taxi.nl. Emma verbleef in dit prachtige hotel en betaalde dit voor haar kamer. Kim verbleef in hetzelfde hotel en betaalde een stuk minder. Hoe? Laten we even teruggaan. Emma vond haar hotel op haar gebruikelijke website. Terwijl Kim haar deal vond op Trivago.
Kijk maar eens, Emma. Trivago vergelijkt hotelaanbiedingen van grote boekingsites, zodat jij je beste deal kunt vinden. Hotel Trivago. Zondagochtend, in de zon, lekker stukje fietsen. Er afgereden worden door die robot? Natuurlijk niet. Go get him! Ja, zie je wel. Als je het aandurft, ben je ready for more. AA Drink, de ideale sportdrank voor elke inspanning. Touch this. My, 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 my music hits me so hard. Makes me say, oh my Lord, thank you. Het hele huis supersnel en superstabiel internet. Blijf gaan met 100% glasvezel van KPN. Dat is first class internet. Ga voor 100% glasvezel. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/glasvezel. Ready for more. AA Drink, de ideale sportdrank voor elke inspanning. De autoverzekering van Insured is als beste getest. Een topautoverzekering en een lage premie. Dat is goed voor uw auto en goed voor uw portemonnee. Check uw premie op insured.nl. Insured. We all benefit. Borotalco presenteert nieuwe Borotalco Original. Nieuwe Borotalco Original. Vergeet zweten, omarm het leven. OVP is het nieuwe in- en uitchecken in het OV. Met je contactloze betaalpas, creditcard of je mobiel. Weet hoe het werkt? Kijk op ovp.nl. Kijk, je ziet het als iemand er weer helemaal bij is. Ja hoor, die is er weer helemaal bij. Alles is weer helder. Alles is weer crystal clear. If our dolls were coming to Los Angeles from Barbieland, this is the real world. This would be catastrophic! I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. There he is. Somebody get security. Barbie. Woensdag in de bioscoop. Dyson's V15 stofzuiger lost problemen met dierenharen op. Een nieuwe motorbar vloerzuigmond verwijdert haren van vloeren. Net als deze schroefvormige klitvrije borstel. En onzichtbaar vuil wordt verlicht. Geniet tijdelijk van exclusieve aanbiedingen. Koop nu bij Dyson. The blue and the yellow team. We will wear the captain's armbands to play against each other on the field. The goal of the match is to raise funds to rebuild this school in Chernihiv region. Join us. Game for Ukraine. London, 5th of August, Stamford Bridge Stadium. Festival met deze man die toch wel het allergrootste applaus kreeg van iedereen bij het afdalen van die trap. Zijn Kuipin. Ja, applaus ook voor de fans. Vertrouwen is er uiteraard weer enorm. Met het oog op komend seizoen. Arne Slot, de trainer van Feyenoord. Ja, de selectie is vandaag gepresenteerd. Sinclair, ja, we staan hier nu even lekker samen. We zijn de hele dag natuurlijk al aanwezig hier in en rond de Kuip. Die spelerspresentatie vooral, het landen van de heli die trouwens achter jou misschien wel gaat opstijgen zometeen. Maar dat is altijd een van de hoogtepunten. Wat zegt het als de trainer het grootste applaus krijgt? Ja, hoe populair hij is geworden in die 2 jaar Feyenoord. En dat Feyenoord zo opgelucht is geweest dat hij in ieder geval gebleven was. Er was natuurlijk interesse. Hij werd al gelinkt aan Tottenham. Er werd hier zelfs in Rotterdam al gesproken over een eventuele opvolger. Uiteindelijk maakte hij misschien wel verrassend bekend dat hij bij Feyenoord bleef en ja, daar heeft hij nu vandaag het applaus voor gekregen. Ja, het is wel eens anders natuurlijk dat de trainer niet het hardste applaus krijgt. Nee, er zijn ook wel tijden geweest hier in Rotterdam dat zo'n helikopter misschien ook wel soms werd gezien dat daar misschien wel wat spelers in konden die dan niet functioneerden. Maar op dit moment is het cynisme weg uit Rotterdam, want volgens mij staat de club er goed voor. Ja, we kijken dan naar die spelers. Die komen natuurlijk altijd een beetje ongemakkelijk die trap af. Hè. Ze vinden het volgens mij niet allemaal heel erg relaxed om in hun eentje in plaats van met een team het stadion in te komen. En een selectie die nog helemaal niet
die compleet is, waar spelers misschien vertrekken. Ja, hoe serieus moeten we deze presentatie al nemen? Ja, dat is dan iets echt van de laatste jaren. Hè? Vroeger bij een open dag, ja, dan werden wel spelers ingevlogen die dan daadwerkelijk ook wel de aanwinsten zijn. Ja, dit jaar tot nu toe 4, maar ja, je hebt wel de indruk dat er nog heel veel bij Feyenoord te wachten staat. Hè? Met spelers die nog gaan vertrekken, met spelers die erbij komen. De helikopter gaat dus nu op de achtergrond uiteindelijk weg. Ja. Maar nee, er moet uiteindelijk nog veel gebeuren. En ja, dan is het de vraag, moet je zo'n open dag misschien niet later doen? Maar ja, we zien tegenwoordig dat soms later, als de competitie begonnen is, hè, dat misschien pas eind augustus er spelers bij gaan komen of vertrekken. Dus ja, dit is dan een presentatie, maar zeker niet van de selectie waarin Feyenoord straks het kampioenschap gaat verdedigen en de Champions League ingaat. Nee, het is inderdaad meer gewoon een feestje natuurlijk voor de fans. De kinderen kunnen hier naartoe tijdens hun vakantie. Er zijn natuurlijk ook veel geruchten over spelers die weggaan, die weg willen. Justin Bijlo is er eentje van, die heb je van de week gesproken natuurlijk. Ja, die is nu wel de trap opgekomen, net zoals Geertruida. Maar ja, zijn die er nog straks aan het begin van het seizoen of misschien inderdaad eind augustus? Ja, want kijk, op een gegeven moment gaat in Europa die transfercarousel op gang komen. Begin je nu al een beetje te merken. Ja, en dan op een gegeven moment komen ze toch ook bij spelers van Feyenoord uit waar al voorzichtig gepolst voor is. Nou, dan weten we dat er in ieder geval aan getrokken wordt aan Geertruida. Er wordt getrokken aan de keeper van Feyenoord. Ja, ik vind, als je naar het gezicht van Geertruida kijkt, dat hij nou niet echt heel tevreden hier van die trappen afstapt. En wij weten ook allemaal dat Feyenoord nee heeft gezegd tegen een eerste bod van Red Bull Leipzig. Ik kan me zo voorstellen dat hij misschien nu al die transfer had willen maken. Ja, wat zeg je? Ben je nog wel te staan? Ben je nog wel te staan? Nee, ik hoor jou nog wel en ik neem aan dat de mensen thuis het ook nog wel horen. Die hele die gaat zo meteen de lucht in. Ja, want we hebben hem natuurlijk wel gewoon heel veel zien lachen het afgelopen jaar. Dus we willen hem niet meteen een etiket geven of iets dergelijks. Maar ja, hij wil dus wel graag gaan. Nou, hij wil wel gaan, maar ja, bij Feyenoord is er ook wel een andere policy dan voorgaande jaren. Toen moest Feyenoord vaak verkopen. Nu hoeft Feyenoord niet per se te verkopen. En wil Feyenoord ook voor hogere bedragen spelers de deur uitsturen dan in het verleden. En dan kan ik me voorstellen dat Feyenoord nog wil wachten. Want spelers zullen zeker later in de transferwindow meer opleveren. Alleen ja, zo'n Geertruida is in zijn hoofd misschien al bij een volgende stap. Dus wat dat betreft zijn dat wel interessante ontwikkelingen. Aan de andere kant moeten spelers zich ook professioneel opstellen. Hè? Ik bedoel, het is geen straf om bij Feyenoord te mogen spelen. Feyenoord gaat de Champions League in. Ik sprak Bijlo eerder deze week, waarin hij met een lachje toch wel toegaf dat er interesse was. Maar hij zei, ja, zolang ik Feyenoorder ben, zal ik alles geven. En zo moet ook Geertruida en andere spelers... Maar dat doet hij denk ik ook wel, Geertruida natuurlijk. Het is gewoon eens, we gaan misschien nu wel heel veel in ze om. En inderdaad, op die momenten dat ze naar beneden moeten lopen en moeten klappen, het is allemaal natuurlijk een beetje lastig. Nou, hij gaat nu echt omhoog, die helikopter, waar die 4 nieuwe spelers uitkwamen. Vorig jaar was het Mats Wiever onder andere die daaruit kwam. Dit seizoen natuurlijk opgewerkt tot een hele dragende kracht. Een belangrijke speler. Nederland zelf dan zelfs gehaald. Ja, hoe is het allemaal voor hem geweest sinds vorig jaar die open dag? Huh? Ik was niet echt zo buiten. Ik was natuurlijk alleen met de helikopter toen. Dus ik heb dit niet allemaal meegemaakt met al die mensen. Maar het is natuurlijk heel mooi. Je maakt natuurlijk veel mensen blij. En voor ons is het natuurlijk ook leuk dat je heel veel waardering krijgt voor natuurlijk wat we doen. Dus ik vind het een leuke dag, ja. Ja, die heli is een begrip natuurlijk. Hoe was dat om daaruit te stappen? Als je daar nu aan terugdenkt, het lijkt volgens mij alweer een eeuwigheid geleden. Ja, is in ieder geval het voelt heel lang geleden, maar het was wel heel mooi. Ik was natuurlijk zelf ook nog nooit in een helikopter geweest. Dus dit was een hele leuke ervaring dat je dan eerst natuurlijk boven de stad vliegt en dan vervolgens hier landt. En dan de uitstap en dan het hele stadion vol. Dus dat is wel heel mooi, ja. Vandaag maak je het mee als een grote meneer, want dat ben jij gewoon geworden in een jaartje. Althans, gewoon. Hoe heb jij gerelativeerd in deze vakantie en hoe heb je teruggekeken op het jaar? Het was natuurlijk heel mooi allemaal. Ik heb natuurlijk wel vooral met mijn familie eventjes. Ik ben natuurlijk ook vrij snel op vakantie gegaan, dus vooral met vrienden en zo. Even gewoon tot rust gekomen, even nagedacht hoe het allemaal gegaan is. En dit jaar moet het eigenlijk, moet ik gewoon stabieler zijn, denk ik zelf ook. En ja, ik moet gewoon de lijn doortrekken wat ik natuurlijk aan het eind van het jaar heb laten zien. Dus ik heb er gewoon weer zin in en aankomende weken gewoon zorgen dat ik weer fit word. Ja, en toch blijft misschien wel een beetje onvoorstelbaar. Want vanuit de keukenkampioendivisie kom je dan hier nu mee. Gewoon een Nederlands elftal, de bondscoach is hartstikke fan van je. Je werd in verband gebracht met AC Milan. Ja, hoe is dat voor jou zelf? Ja, nog steeds wel heel bizar. Ja, eigenlijk, dat is een beetje in de voetbalwereld. Dan krijg je op een gegeven moment, dan groei je er een beetje in dat het normaal is. Maar dat is het natuurlijk allemaal niet. Omdat het allemaal snel gaat en op een gegeven moment krijg je gewoon het gevoel dat het normaal is. Dat je elke keer het veld opstapt en dat je weer een wedstrijd speelt, zo in zo'n vol stadion. Dus
ja, het is natuurlijk het is niet normaal. En ja, dat besef ik me ook wel altijd goed hoor. Ja, je zegt ook, ik wil stabieler worden dit seizoen. We zagen ook een mooie foto van jou aan het einde van vorig seizoen. Met zulke spieren. Heel veel mensen dachten dat het Photoshop was. Ja, dat vond ik heel eng inderdaad. Ik weet niet wie het erop heeft gegooid. Ja, we hadden een soort challenge dat we met een soort krachttraining als het ware. Een beetje push-ups challenge als het ware. En blijkbaar had iemand dat gelekt of zo en in één keer stond het erop. Dat was niet eigenlijk de bedoeling van de foto, maar ja, ik moet wel zeggen dat ik sterker ben geworden afgelopen jaar. Ook wel, dat was ook wel nodig, vond ik zelf. En vooral in die periode dat ik geblesseerd ben geweest, ben ik daar veel mee bezig geweest. Dus ja, dat is ook wel nodig, denk ik. Vooral als je straks Europees gaat spelen, dat je natuurlijk fysiek er wel goed op staat. Dus ja, daar ben ik wel mee bezig geweest. Ja. Kijk, van Alireza Janbaks of zo weten we natuurlijk wel dat hij er een beetje zo bij kan staan, maar dat jij dat ook kan, inderdaad. Uiteindelijk, ik ben er mee bezig geweest. Alleen die foto was voor mij niet nodig geweest. Nee, jij loopt er niet mee te koop in elk geval. Nee, zo'n type ben ik niet, nee. Dus fysiek inderdaad dus veel beter geworden, stabieler in welk opzicht dan? Ja, gewoon voetbal. Vooral op het begin was het allemaal vrij goed, maar ik vind wel dat het op het eind had ik toch wel een paar wedstrijden dat het soms iets minder ging. Misschien dat het conditioneel of dat het misschien allemaal wat te veel was. Maar ik vind wel dat ik soms misschien een beetje, soms beetje nonchalant. Soms misschien een beetje dat er wel een beetje uit moet. Maar daar heb ik het ook wel met een paar trainers over gehad. Dus daar ben ik wel mee bezig. Ja, met de trainer hier en met de bondscoach bijvoorbeeld? Nee, dat niet per se. Het is ook niet dat trainer per se weer tegen heeft gezegd. Maar het is wel duidelijk dat hij wil dat ik gewoon soms wat simpeler speel. Niet te veel risico op sommige momenten. Dus nee, dat is wel duidelijk, ja. Is dat ook een ervaringsdingetje? Je zei net ook iets over conditioneel. Nou ja, we weten allemaal hoe fit Feyenoord afgelopen jaar was. Dus daar haak je enorm aan natuurlijk. Ja, nee, daar zijn we natuurlijk mee bezig. Vooral aankomende week is het veel twee keer trainen. Dus dat zijn wel momenten dat je echt moet laten zien. Hè. We hebben natuurlijk in afgelopen... Ja, eigenlijk, ik was hier twee dagen meteen in wedstrijd. Dus dat helpt wel mee dat je langzaam fit wordt. En we gaan het zien. Ik denk dat we als team zijn. Tot nu toe zijn we nog veel bij elkaar. Dus ik hoop dat we dat gewoon door kunnen trekken dit seizoen. Ja. Mats Wiever, die dus inderdaad met heel veel plezier zeker bij Feyenoord blijft. Dan is Kukçu natuurlijk vertrokken. Vind je dat zijn vervanger eigenlijk al klaar staat? Of mag er ook nog wel wat aangetrokken gaan worden? Ja, Feyenoord heeft er wel op ingespeeld. Seruki is in principe nu zijn vervanger. Natuurlijk ook voor veel geld gekomen. Altijd wel de vraag hoe hij die overstap gaat verteren. Toch van subtop naar de top in Nederland. Bij Kukçu heeft het toch ook wel een paar jaar geduurd voordat hij daadwerkelijk dat niveau aantikte. Maar je hebt het idee op basis van de wedstrijden nu dat hij makkelijk zich aanpast. Maar ja, Arne Slot heeft gisteren ook na de oefenwedstrijd tegen Union wel aangegeven dat er met name nog wat creativiteit bij moet. Hè? Want met name in de voorste linie, waar toch nog het een en ander is vertrokken. Ik moet wel zeggen, Jiménez is hier nog niet. Hè? Is op de Gold Cup, speelt vannacht de finale. Maar er mag dus nog met name voorin nog wel bij Feyenoord wat bij. En Feyenoord zoekt nog een nummer 10, nu Szymański weg is. En eigenlijk een buitenspeler. Jiménez wordt ook behoorlijk opgehypt. Hij is er inderdaad niet. Maar echt iedereen, ik heb buiten zoveel mensen gesproken. En allemaal, ja, we verwachten zoveel van hem. Dat is ook wel weer mooi om te zien, vind ik. Ja, maar is dat dan omdat hij er niet is of dat hij het seizoen zo goed heeft is geëindigd? Maar ook hij is weer een speler waar ook weer aangetrokken gaat worden. En ik kan me zo voorstellen dat hij misschien interesse heeft geparkeerd voor na de Gold Cup. Dus ik denk dat het helemaal geen uitgemaakte zaak is dat ook hij blijft. Daar zal ook de komende weken interesse voor komen die er eigenlijk al langere tijd ook voor hem is. Jij hebt financieel directeur Pieter Smorenburg al gesproken. Dan gaat het over bedragen die Feyenoord nou heeft uitgegeven. Een gigantische begroting is er. Ja, kunnen ze nou echt van die hele dure spelers gaan halen? Hoeveel willen ze trekken? Nou, Feyenoord kan wel in ieder geval aan een andere vijver vissen dan de voorbije jaren. Toen het vaak transfervrije spelers via een rare constructie. Eigenlijk zijn ook vorig jaar daar zo heel veel spelers binnengekomen. Hè, waar of een krasje op zat. Of bijvoorbeeld ook Szymański is natuurlijk via een constructie binnen moeten komen. Spelers die normaal gesproken nooit betaald had kunnen worden. En nu zie je langzamerhand, Feyenoord heeft veel uitgegeven, record neergelegd ook voor Seruki. Dus dat soort bedragen kon Feyenoord in het verleden niet neertellen. En er is nog wel wat geld, heeft Smorenburg ook gezegd. En Feyenoord wil ook uit een vijver gaan putten dat de spelers worden gehaald die er direct staan. Die ook in de Champions League direct inzetbaar zijn. Dus Feyenoord wil investeren en gaat ook nog wel investeren. Ja, en aan wat voor spelers moeten we denken? Ik bedoel, Arne Slot staat er natuurlijk ook echt onbekend dat spelers graag voor hem komen. Nederlandse spelers, buitenlanders, wat gaat er deze kant op komen? Nou, er zijn wel een paar spelers die aan Feyenoord worden gelinkt. Hè. Feyenoord zou bezig zijn met een groot Russisch talent, Zakarian. Het zal een heel moeilijk verhaal worden omdat daar meer clubs achteraan zitten. Ivanucek, speler van Dynamo Zagreb. Gisteren overigens zit uitgevallen in de Kroatische Supercup-finale, maar daar heeft Feyenoord inderdaad wel contacten mee. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze die speler nog kunnen binnenhalen. Ja, voor de rest wordt er ook verder gekeken. Hè? Het is geen geheim dat Feyenoord Danjuma gepolst heeft, maar ook dat is een heel moeilijk verhaal, met name qua salariering en ook maar de vraag of Villarreal hem wil laten gaan. Ja, en dan moet je toch gaan denken aan spelers waarmee Slot
eerder gewerkt heeft. Ja, bijvoorbeeld een Stenks, Boadu, dat soort jongens? Nou, Stenks heeft Feyenoord vorig jaar al zich voor gemeld. Ja, die heeft natuurlijk goed naar zin nu. Ja, ja, maar Boadu is inderdaad een speler waar Arne Slot meegewerkt heeft, succesvol meegewerkt heeft. Die normaal gesproken nooit had kunnen komen. Is natuurlijk voor veel geld naar Monaco gegaan, maar heeft daar zo weinig gespeeld. Heeft onder Slot altijd gerendeerd. Alleen op dit moment heeft Feyenoord wel twee spitsen in de selectie. Dus Boadu zou wel inderdaad interessant kunnen worden. En staat gewoon op een lijst op het moment dat Danilo verkocht zou worden. En daar wordt ook door Glasgow Rangers weer aangetrokken. Dus er gebeurt veel bij Feyenoord. En er zijn er allemaal mitsen en maren. Als die speler weggaat, selecteert Feyenoord door op die speler. Maar één ding is wel zeker, dat Feyenoord sowieso nummer 10... vervanger van Szymanski en een linksbuiten moet hebben. En dan is het maar de vraag of Feyenoord inderdaad de keeper binnen kan houden. Nou, daar circuleren ook wel weer de nodige namen rond op het moment dat dat keeper Bijlo gaat vertrekken. Moet je denken aan Noppert, Olij, namen die genoemd worden. En het is natuurlijk ook zo dat, wat je zegt, Geertruida, we zijn echt nog vroeg in de juli-window. Feyenoord moet nog op trainingskamp. Feyenoord moet nog beginnen aan het seizoen. Dus het is echt niet ondenkbaar dat er echt nog belangrijke spelers gaan vertrekken. Ja, want jij bent bij de afgelopen twee oefenwedstrijden geweest. Je gaat straks mee op trainingskamp. En hoe ver gaat het nou eigenlijk over voetbal, man? Want je bent nu inderdaad ook al... En als dit gebeurt en als dat gebeurt, dan moet die komen. Zo'n transferwindow is zo heftig eigenlijk. Ja. Als dat voor ons als volgers al wat is, hoe is dat inderdaad voor zo'n club? Nou, het is in ieder geval zo dat Arne Slot zal denken, was het ieder jaar maar zoals nu? Want vorig jaar was een drama. Toen verloor Feyenoord natuurlijk ook de eerste wedstrijd van Kopenhagen, omdat ze met een niet eens een B-ploeg, met een C-ploeg moesten spelen. Dat er toen allemaal spelers naar die verloren Conference League finale weggingen. En toen was het maar de vraag, welke spelers haalde Feyenoord binnen? En eigenlijk, het gros is pas in eind juli / augustus gekomen. En nu staat er al wat. Hè. Nu waren er echt al vier volwaardige spelers uit de helikopter gekomen. En is er ook wel duidelijkheid over spelers. Er zijn ook spelers die pas vorig jaar zijn gekomen met langdurige contracten. Dus Feyenoord hoeft ze ook niet te verkopen. Dus wat dat betreft is dat wel ideaal. En je zag ook wel in die wedstrijd, ik moet zeggen gisteren tegen Union wat minder, maar wel in de wedstrijd tegen met name Club Brugge, dat er wel een basis staat, zeker tegen Club Brugge, dat al eerder aan de bak moet als Feyenoord, omdat de Belgische competitie al binnen twee weken begint. Liet Feyenoord echt wel acceptabel niveau zien. En ja, gisteren viel dan een beetje tegen. Ik heb me wel laten vertellen dat Feyenoord een drukke trainingsweek achter de rug had. En dat ook misschien... Ja, dat hoorde ik net ook al morgen voor. Dat ze gaan ook nog een keertje trainen. Ook nog een keertje trainen. En dan pas naar Oostenrijk. En dan in Oostenrijk gaan ze volgende week tegen een Duitse tegenstander oefenen. En daarna moeten ze ook nog hier in Nederland tegen Villarreal en Benfica. Dat zijn echt een serieuze test. Mm-hmm. En dan moet Feyenoord klaar zijn voor PSV Supercup. Ja, precies. Nou ja, maar dat zware trainen, dat zijn ze natuurlijk wel gewend onder Arne Slot. Goed, jij sprak inderdaad financieel directeur Pieter Smorenburg over de situatie bij Feyenoord. Financieel gaat het goed. En dan gaat het natuurlijk ook altijd over blijven spelen in de Kuip. Ja, we weten dat Feyenoord meer bordjes heeft wat moet worden opgelost. Stadion, er zijn meerdere gaten die moeten worden gevuld. De vrienden van Feyenoord die moeten worden uitgekocht. Hoe wordt daarnaar gekeken, naar die verhouding? Nou ja, dat is precies de afweging die we moeten maken. Hè. We willen met het stadion ook stappen maken. Nu we weten dat we hier echt de komende jaren nog spelen. Maar het is echt wel zo dat we het merendeel van wat we de afgelopen jaren extra hebben gekregen, hebben we gewoon in de spelersgroep en in de ondersteunende staf en in de academy gestopt. Want daar moet het vandaan komen. Het sportieve succes is de basis voor het financiële succes. Maar dat betekent dat we bij de andere wensen moeten kijken wat er wel en niet kan. Soms misschien wat uitstel. En ja, wat je ook niet moet vergeten, dat een grote transfer en de bedragen gaan dan rond. Maar ja, van dat bedrag gaat altijd ook nog wel wat af. Wat je ziet is dat je moet 5% solidariteit aan de opleidingsclubs betalen. Sowieso de voorgaande club van spelers of de spelers zelf, de zaakwaarnemer, delen voor een deel mee. De Belastingdienst is ook een grote winnaar van mooie transfers. Dus uiteindelijk van die bedragen die dan circuleren in de media, ja, weet je, blijft natuurlijk altijd maar een deel over. Maar vorig jaar hebben we dat, wat we netto overhielden, bijna geheel weer geherinvesteerd. Het is in elk geval een hele gezonde financiële situatie dan dus nu weer. Want volgens mij zijn we hier ook wel eens geweest dat het er heel veel minder rooskleurig voor stond. Nou, zeker in die coronaperiode. Hè, ja. Toen het stadion hier leeg was, een duur stadion. Ja, en met name door de waarde die Feyenoord op het veld heeft staan de laatste twee jaar. Met ja, toch voor Feyenoord recordtransfers. Vorig jaar Sinisterra, dit jaar met Kutsu. Is Feyenoord toch wel in kortere tijd is het toch wel weer gezond geworden. Heeft het ook betere afspraken kunnen maken met het stadion. Hè? Stadionhuur is flink minder geworden. Feyenoord kan spelers ook voor bedragen verkopen
Maar in het verleden niet gebeurde. Dus Feyenoord vist ook in een andere vijver. En wat dat betreft is dat denk ik allemaal wel goed. En met name denk ik toch op het konto van Arne Slot te schrijven. Nou, de zon schijnt in alle opzichten boven de Kuip. Ik moest hem even maken, want je staat hier altijd zo heerlijk in het zonnetje. De vrouwen van Feyenoord werden vandaag ook gepresenteerd. Die hebben natuurlijk ook een prachtig eredivisieteam met heel veel support achter zich staan. Nieuwe speelster, Kirsten van der Westering, hersteld van een knieblessure. En een echte Feyenoord-fan die ook al een jaar in het shirt van haar club mag spelen. Amber Verspaget. De presentatie van de vrouwen is net geweest. Kirsten, je bent nieuw bij Feyenoord. Je mag ook je rentree maken na een hele lange knieblessure. Hoe is het nu? Ja, supergoed. Ik denk ook als je dit ziet om je heen, kan het ook alleen maar goed met je gaan. Want het was echt een kippenvel momentje net. En laten we hopen dat we ooit echt in zo'n volle Kuip mogen gaan spelen. Ja, we zagen je staan daar in die tunnel al kijken van wat gaat hier op me afkomen. Hoe is dat inderdaad? Als je daar die treden op komt en dan de tunnel uit. Ja, het is echt een kippenvel momentje. En sowieso echt fantastisch om te zien hoe groot het legioen is, de fans. En wat ik al zeg, het is echt een droom denk ik voor ons om de Kuip vol te krijgen. En geweldig voetbal te laten zien dit seizoen. Hey, hoe vaak hebben jullie vandaag gehoord, nu jullie ook kampioen worden? Ja, heel vaak, heel vaak. Ja, ja. Ja, we gaan er echt alles aan doen. En we hebben er ook echt vertrouwen in dat we het beter gaan doen dan vorig seizoen. En we hebben een supermooie selectie. En we zijn echt al, 2 weken geleden zijn we nu begonnen. En we hebben er gewoon heel veel vertrouwen in dat we iets heel moois kunnen gaan neerzetten. En we gaan het zien. Amber, die staat naast je. Jij hebt hier al gespeeld, al bij Feyenoord. Je speelt al een seizoen hier. En je bent echt een Feyenoord-fan in hart en nieren. Is dat nog veel erger geworden eigenlijk? Ja, dit is toch niet normaal. Ik zit om me heen te kijken en ik weet ook niet wat ik meemaak, zeg maar. Zo mooi. Dat kan alleen maar bij deze club. En dat is zo tof om mee te maken. En haal je daarmee meiden ook over om bij jullie te komen spelen? Ja, tuurlijk. Wie wil dit nou niet? Kijk, voor ons, voor vrouwenvoetbal, is het niet normaal dat je in zo'n volle Kuip gepresenteerd wordt, zeg maar. Dus het is natuurlijk supermooi dat bij een club als Feyenoord dit gebeurt. En ik denk ook voor mij is het superleuk om voor deze mooie club te spelen. Dus. Worden de verwachtingen nu steeds hoger bij jullie? Maar ja, die mannen, kampioen, dat moet bij jullie ook gaan gebeuren dan. Ja, ik ben bij alle feestjes geweest, op de Coolsingel, overal. Dus ja, dat wil je ook meemaken. Je wil ook op de Coolsingel staan, Podesta. Je wil gewoon laten zien dat het vrouwenvoetbal bij in Rotterdam Feyenoord net zo goed kan zijn als het mannenvoetbal. Dus. Kirsten, we gaan nu wachten op die heli. Hè? Het waait best wel hard. Was je bang dat je er zelf ook even in moest? Nou, we hebben er niks over gehoord. En ja, ik denk alleen maar een droom dat ooit gaat gebeuren. We zijn natuurlijk de nieuwe speelster, tot nu toe alleen de mannen. En hoe mooi zou het zijn als de vrouwen ook ooit uit die helikopter zouden komen. Maar voor nu is ons eerste doel spelen in de Kuip weer en mooi voetbal laten zien. Het waait ook veel te hard voor die heli. Jouw haar is helemaal door de war, Aleta. Ja, joh, je blijft erin. Jouw haar niet, hè? Valt mee. Nee. Goed, het is inderdaad het Feyenoord Festival. Dat betekent dus allerlei activiteiten. Hebben we al veel van laten zien, ook buiten het stadion. Nou, hier binnen in de perskamer waar wij normaal zitten, ook de kidspersconferentie. Quilintje Hartman en Mats Wiever schoven aan, kregen de leukste, de gekste vragen. En ook de vraag wie hun beste of favoriete trainer ooit is. Wat was je leukste trainer? Wat was je leukste trainer? Mats, ik begin bij jou. Leukste trainen. Ik moet zeggen dat ik onze trainer nu heel leuk vind. En ik heb bij Twente heb ik ook een trainer gehad. In Jong Twente, Theo ten Kaat, ja, die kennen jullie allemaal niet. Maar dat vond ik ook een hele leuke trainer. Vooral de trainingen waren heel leuk. Veel partijen en zo, daar ben ik al snel tevreden. Wilensje voor jou? Ja, ik heb nog niet in betaald voetbal andere trainers gehad. Maar in de jeugd wel bijvoorbeeld Cor Adriaanse gehad. Vond ik altijd wel leuk. En Dirk Kuyt heb ik ook wel een leuke tijd mee gehad. Maar nu met Arne ook een hele leuke tijd. Hij is heel aardig en we leren ook gewoon heel veel qua voetbal. Dus dat is ook wel fijn. Vrij is een chill. Wat wil jij vragen? Nou, ik heb een vraag aan Mats. Denk je dat het anders spelen wordt op het middenveld zonder Kokcu? Voetbal nou? Ja, dat is wel een goede vraag. We gaan het zien. Ik weet het nog niet. Ik heb natuurlijk nog niet heel lang getraind. Nog maar een week ben ik nog maar bezig. Ja, misschien wordt er nou wel wat anders gevraagd. Vorig jaar was het natuurlijk dat ik wat verder naar achter stond. Maar ik weet nog niet hoe dat aankomend seizoen gaat zijn. Dus dat is een goede vraag, maar ik weet het nog niet echt, nee. Ben je zenuwachtig voor de wedstrijd? Ja, op zich is dat... Toen ik echt het begin hier kwam spelen, had ik dat meer dan dat ik het nu heb. Het is wel wat minder geworden. Maar voor echt grote wedstrijden, dus bijvoorbeeld AS Roma uit, was ik wel een beetje gespannen, ja. Ja, ik ook hetzelfde. Vooral met de buurt, de eerste keer, toen kon ik niet heel goed slapen, was ik wel zenuwachtig. Maar eigenlijk nu,
nu voel ik eigenlijk niet echt meer die spanning. En heb ik gewoon meer zin om te spelen. En ja, is het gewoon vooral heel leuk. Ja, het is heel leuk. Al die vragen ook, inderdaad. Ik vind favoriete dat ze beter vragen stellen dan wij vaak. Ja, het is wel wat gezelliger daar. Het zat ook helemaal vol. Was ook heel erg mooi. Hey, jij gaat de komende dagen ga je met Feyenoord mee op trainingskamp. Hoe ziet die week er eigenlijk een beetje uit? Nou, Feyenoord gaat inderdaad morgen naar Oostenrijk. Heeft wel veel afgeschermd. Dus gaan wij later in de week inderdaad naar Oostenrijk. Waar Feyenoord de persconferentie belegt. Waar Feyenoord gaat trainen. En waar Feyenoord komende zaterdag, volgende week zaterdag, ook nog een afsluitende oefenwedstrijd gaat spelen. Mm-hmm. Ja, we zijn erbij. We zullen er bovenop zitten. We gaan er ook met de Kloeze spreken. Niet alleen de algemeen directeur, maar ook de technisch directeur. Ja, jij bent ook al heel vaak bij trainingskampen geweest. Dat laat zich nooit leiden. Wie weet zijn er wel nieuwe spelers waar we nu nog niks van weten. Misschien zijn de spelers die nu vandaag gepresenteerd zijn, die er dan volgende week niet meer bij zijn. Dus ik zou zeggen, blijf ESPN volgen en je blijft op de hoogte van alles wat er gebeurt. Ja, want wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt op een trainingskamp? Qua en dan voetbaltechnisch, hè? Niet de rest wat op trainingskampen gebeurt. Nee, maar met name toch spelers die op een gegeven moment weg waren. En dan wordt er altijd een rookgordijn opgetrokken. Dan wordt er nooit gezegd. En dan hoor je toch wel wat via andere mensen, waardoor je gaat posten. En dan zie je inderdaad dat er een speler of binnen is gekomen of een trainingskamp verlaat. Met name de zomertrainingskampen zijn daarom leuk. Mm-hmm. Want daar altijd eigenlijk vaak veel meer gebeurt dan 's winters. Ik moet wel zeggen, in de loop der jaren is er ook veel minder mogelijk. Hè. Hebben clubs ook vaste persdagen. Wordt er heel veel afgeschermd. Maar zo'n trainingskamp, daar gebeurt altijd veel. Ik moet zeggen, ja, je hebt altijd toch nog wel je wegen om aan je informatie te geven. Ja, absoluut. Ook al is het afgeschermd, wij zijn er gewoon altijd bij hoor, van ESPN. Jij vertrekt morgen, heel veel succes en plezier. Om 6:30 zijn we er ook weer met ESPN vandaag. Daarin natuurlijk ook aandacht voor het Feyenoord Festival, maar zeker ook voor Xavi Simons, die dus is vertrokken bij PSV. Een enorme aderlating voor de ploeg uit Eindhoven. Hier nu die mooie documentaire over Danilo en Paixão, Brothers for Life. Bedankt voor het kijken, Sinclair. Hartstikke leuke dag gehad zo. Absoluut. Helemaal top. Het vervelende is dat de zon pas nu gaat schijnen. Ja, maakt ons niet uit, we gaan hier nog even zitten. Heel erg bedankt, tot gauw weer. Fijne avond. Landskampioen Feyenoord draait warm voor het nieuwe seizoen. En ESPN is daar uiteraard live bij. Jiménez, 2-0. Met volle overtuiging. En dan valt hij ook nog. Gaat hij er ook nog in? De oefenduels van Feyenoord met Villarreal en Benfica zie je live op ESPN.